Welkom op het podcastkanaal van Veghel Fantasy. Mijn naam is Rick Veghel en ik ben de Dungeon Master van The Wonders. Elke dinsdagavond vanaf 7:30 kun je op YouTube en op Twitch meekijken met de verhalen. We hopen dat jullie het tof vinden en wensen jullie allemaal veel luisterplezier. Nee. Die is al goed. En de mensen die ingelogd waren, zijn niet uitgelogd. En ik snap heel goed waarom. Het is een leuk users. Het eigen is wel, jullie horen het inderdaad een enkele keer. Ik hoor het elke keer als mensen binnenkomen. Voor de mensen die het leuk vinden, volgende week woensdag op de 18e geef ik een webinar voor mensen die graag spellen zoals D&D willen inzetten voor kinderen. Waar moet je letten, op moet je vooral loslaten. En daar ga ik een uurtje voor kletsen. In de middag of in de avond heb ik allebei een slot voor degene die mee wil doen. En een uurtje later ben je als goed een stukje wijzer en krijg je nog wat luxe. Dan voor het volgende punt. En dat is mijn avonturenhandboek komt steeds dichterbij. Mensen zijn super enthousiast, ook op Facebook heb ik een oproep gedaan voor wat ze erbij kunnen doen. Ik had een volle mailbox. Ja goed, het is nu gewoon een halve Chernobyl aan mail geworden aan berichtjes. Wel met veel meer goed nieuws in Chernobyl, dus dat scheelt wel iets. Dus dat wordt heel erg tof. En nu zeg ik ook de oproep aan de mensen die kijken. Als jullie een manier hebben om dit verder handen en voeten te geven. Ermee willen helpen op een of andere manier. Laat het even weten. Binnen een maandje als het goed is wil ik gaan starten. En dan is gewoon alle hulp nodig om te zorgen dat jullie allemaal in Nederland en Vlaanderen. Want het is Nederlandstalig. Met D&D Kids aan de slag kunnen. Voor de saus ook. Ik weet niet hoe ze het verzenden naar Curaçao. Suriname. Indonesië. Afrika. Wie het ook wil, het is in ieder geval Nederlandstalig. Ik keur het allemaal goed. Amerikaans en Nederlands heb gestudeerd. Dave en ik maken wel een Duitse band. We're going to Holland, America. Oh. Als er alleen maar staat Hans Kitty, wat van mijn werf wil ik het niet hebben. Het is geschieten met 9 mm met laser. Goed, deze hulp heb ik dus al. Ik heb extra hulp nodig. Zoek je iets specifieks of zo, Rick? Of is het... Ja, mensen die onder andere op een of andere manier kunnen brengen. Misschien mensen die een stukje playtest willen oppakken in het begin. Van alles en nog wat eigenlijk. We zijn meer dan welkom. Je playtest het al in 2 groepen uit de benen. Oh, ja. Je bent al een van de hulp. Meer dan ook afgelopen jaar superveel op kunnen doen met D&D for Kids. En Dave is onlangs begonnen, dus hè? Dat is wat je begonnen noemt. Ga je in je webinar vertellen ze van ja, het is ook goed dat je mensen hebt die meedoen. Wat heb je nodig? Spelers. Ja, een stream waar ik alleen maar kletsen vraag, wie gaat er nu dobbelen en niemand reageert, is ook zo gek. Dan krijg je een beetje die Halloween special. Maar eens kijken. Vanavond gaat het om The Wonders, dus Dave. Hoe ging het de vorige keer bij onze magie en mede? Ja, normaal ook altijd een mooi boekje waar ik het allemaal mooi opschrijf. Dat ben ik nu een keer vergeten. Met alle respect, die heeft de vorige paar keer zonder dat 2 woorden in je boekje hebt de rest gewoon gemaakt. Maar die 2 woorden zorgden er wel voor dat ik het hele verhaal weer kon vertellen. Oké, ik heb 2 woorden voor je. Magie en mede. Nee, ik weet het verhaal. Oké, toch. Ik weet het verhaal. Want... We waren in het bos en we kwamen de Noordvolk tegen. En we worden meegenomen naar het dorp. Ik zal uit even. En Kira begint te praten tegen gast. Ja man, wie ben jij dan? Alles goed? Waar woon je? Hoe oud ben je? Ben je single? Dat soort dingen vroeg ze allemaal. Aan een bij, hè? Even voor dat ik... Nee, eerst aan die man. Aan die gast. En daarna kwam we het dorp binnen. Hij had allemaal geantwoord. Ik weet zijn naam eigenlijk niet meer. Dat heb ik dan opgeschreven. Dat weet ik dan wel niet meer. Bartelomeus, dankjewel. Bartelomeus. En toen kwamen we aan het dorpje en er waren allemaal bijen. Ja. Want, zoals de goedgeheugende personen nog weten, vroeg ik van, yo, kunnen we dit anders bespreken onder een lekker biertje? Toen zei ze, bier, wat is dat? Barbaren dat ze zijn. Oké, die even snel verder. Die nachtmerrie moet even weggaan hier. En niet zo meld. Nou ja, dus bijen, en toen dacht Charlie, laat ik met een bij gaan praten, en oh, ben ik er dan alleen? Ja. We zijn er weer. Oké, okay. Oh, we zijn er weer. Sorry. Wat was ik? Bijen. Dorp binnen, keer om met een bij te praten, was alleen maar
Werk. Ik heb opgeschreven wat ze zeiden, want dat vond ik heel grappig. Hard aan het werk. Hard aan het werk in ieder geval. Maar een gesprek kon je het niet echt noemen. Dat is iets wat zeker is. Daarna. Dacht Charlie, of dacht Kira. Boah, ik heb wel een beetje pijn hoor. Beetje rug verrekt. Dat 1 HP. Een beetje blauwe plekken overal. Laat ik mezelf healen. Wat niets heel slim was. Begrijpelijk met 1 HP, maar niet heel slim was. Want wat wij niet wisten, wat wij wel hadden kunnen weten, maar niet wisten, was dat de Noordvolk. Ja, Players Handbook. Dat die pas een doosje. Wat wij niet wisten, was dat de Noordvolk een vrij. Nou ja. Middeleeuwsachtig dorp, ja, niet middeleeuws. Noors dorpje is. Montfort. Montfort. Sinds ik in een berg. Van Bok. Nooit een dorp uit geweest. Schenwald. Wat niet echt gewend waren aan magie. Dus toen de magie werd vertoond, was het. Witch! Ik moest denken aan de scène van King Arthur. Van Monty Python. Oké. Okay. You found a witch, maybe burn. Ja, precies. Monty Python met dat ze erachter moeten komen of er een heks is. En dan leggen ze er. Gaan ze er wegen ten opzichte van een eend. Van een eend drijft en een heks op. daar moest ik aan denken. Dat wou ik ook voorstellen nog in D&D. Maar toen gingen we daar wel overheen. Want Kira denkt. Ja, maar ik ben een goede heks. Een goede heks doet ook goede dingen. Dat doet Kira, die doet alle gewassen laten groeien. En iedereen helemaal blij. En een groot feest. En allemaal zuipen met mede. En zuipen. Yeah. En ik praatte met de stamhoofd. En een beetje armpje drukken. Winnen met armpje drukken. Hey, ja. Plus 0 strength. Zeker. Bam, jongen. Met een beetje help. Een beetje. Smooth. Een beetje, niet veel, maar een beetje. Ik was goed op weg. Ik was goed op weg, toen dacht ik, ja, maar ik wil niet te snel winnen. Maar toen ging het de verkeerde kant op. Ja. Dat was een beetje jammer. De vloek van Michalte. Ik moet het ook niet doen. Om tijdens mijn recap een foto van Kevin te gaan bekijken. Hij kan er ook niks aan doen dat zijn gezicht er zo uitziet. Nee, niet een foto van Kevin. Oh. De toon is gezet. Zet die alles op je scherm. Proceed! Thank you. Nou goed, niet veel speciaals. Volgende dag worden wakker. We gaan een beetje rondscouten. We gaan naar de boot toe. Ik ga naar de havenmeester. Met Genji. Genji is na 2 seconden alweer verveeld. Dus die gaat weer weg. Zij, Kira Cookie, gaat naar een gast die zijn eer moet bewijzen door een monsterhoofd mee te nemen. Dus die gaan daarmee praten. Cookie en Kira hebben een kater, dus die gaan op het strand zitten. Sleep doet al het harde werk en dat doet hij echt super goed door zich te vertellen als vrouw. Niks mis mee als je dat leuk vindt. Ga wel je gang. En Fix staat door de boot naar waar we naartoe moeten. Ja, dat was het. 2 maanden moesten we wachten. Maanden. Ja, nou, je hebt 2 dagen nu wacht. Jullie hebben even, nou, als ik even een paar mensen gehoord wat jullie willen, nog willen gaan regelen aan spullen. Want dat zou jullie buiten game doen. Ik heb in ieder geval van één iemand bericht gehad en die heeft precies overlegd met een paar mensen, denk ik. Dus even ter check. Eten, nou goed, je hebt de spels daarvoor, dus ik weet niet of jullie daadwerkelijk de rations willen halen, ja of nee? Ja. Mag ik wat mede meenemen? Ja, dat kan. De vraag is alleen nog waarin? Een waterskin. Oké. Okay. Dat is slim. Ja. Fuck. Oh, kom je voorbij? Oh mijn god! Ik heb een vraag voor de groep. Nu komt het. Kun jij eten maken? Of kan alleen Cookie dat? Ik kan good berries maken. En dat is het. Mm-hmm. Ja, good berries zijn wel voor een dag nourishment. Voor dus lambus bread. Ja, oké. Okay. Willen we. Zeg, dit is een besje. Want hoe lang was het reizen? Een kilo goulash als effect. Hoe lang was het reizen? Twee? Ja, we hebben niet gemaakt. Weten we niet. Een maand? Oké. Okay. Lang. willen we.
Stel je voor een maand lang alleen maar op Goodberries leven? Nou, de vraag is of er hoeveel mensen er meegaan. Want Bas kan echt eten creëren. Ja. En Charlie kan Goodberries. Maar ze denken nu dat Charlie de enige heks is. Als ja, maar als wij dat in een keuken gaan doen, dan tover ik dat. Maar chef, een boot. Zij is de chef is het, en ik ben de chef. Een keuken en een boot. Ben. Ja. Ik heb nooit een bootje gezien. Het is toch een kombuis? Een kombuis. Het is geen moderne boot, hè? Het is een zeilboot. Ja. Piraten zeilboot? Heeft ook een kookstijl. Tuurlijk. Een vikingschip. Is dat inductie? Nee, dat is chef. Goedemiddag. Als ze al geen fan zijn van vuur in het scheepsbouwwerf, weet ik niet hoeveel fans ze zijn van. Oké, maar ik vind het niet erg om elke dag Goodberry te eten. Dus, Nee, maar oké, maar dan moeten we dat even. Want of we moeten dus rations halen, of we moeten de hele tijd leven op Goodberries. Ja. Dat was mijn vraag. Oké. Nou, geen cool van mensen gaan er mee. Naast de jongeman van de vorige keer, ja? Zijn er nog. Precies, ja. Mushu. Mushu in de wanders, voor je Mushu. Osham. Dank je wel, Bas. Ook moet je leuk en gaan er nog 6 anderen mee. Oh, die net eentje te kort. Toen zijn we met 5 man plus 6 is 11. Goodberry. Want jij maakt het 7 plus 12 man mee, hè? 12 man totaal. Die gast. Oh ja, die gast nog. Ja. 6 Osham en jullie. Nou ja, laten we gewoon een beetje random. Want ik neem aan dat hun eigen rations meenemen. Ja, we kunnen toch ook gewoon met Osham gaan overleggen. Hij is de leider van de tocht. Hij moet gewoon dat regelen en ons, weet je ook weer. Hij vindt het ook wel vast leuk om de leiding te nemen. Hij is een beetje kastal. Dan kan hij tegen ons zeggen, jij moet dit doen en jij moet dat doen. Ja. Nee, maar dan de kapitein dat allemaal doet. Ja, dat hij het eten regelt. Wij hebben in ieder geval safe eten voor ons. Ja. Met alle respect, volgens mij is vooral één iemand mee. Wat? Dat sled. Oh, alleen dat sled gaat er niet mee. Sorry, die sled. Boot. Ik heb hem gezegd dat we... Nee, daar gaat ook mee. Ja. Dat is wel waar. Toen hebben we nog over een trio gehad en zo, weet je wel. Oh ja, want jij had nog, nog meerdere checks bij jou geroepen. Oh. Dat zei je. Ja. Dat was allemaal oké. Dus er gaan 12 personen mee. Dat is totaal. Op de boot. Top. De vraag is hoe lang het reis is. Mm-hmm. Dat heeft hij mij niet gezegd. Nee. En de spullen die we door hebben gesteeld zijn gewoon een beetje de standard things. Die nodig zijn. Ja, aangezien hun de sailors zijn, hoeven wij waarschijnlijk alleen maar shit te doen. Bewaken. Ja. Als ik kijk naar jullie lijst, ja. In elkaar geschoven op spanning. Vet. Ja, super fancy, maar ze hebben dus ook echt geen flauw idee wat je met de spijker moet doen. Oké, okay, dan. Toen je zei, ja, kleine ijzeren pinnetjes, is van ja, wat moet je, ik kan toch gewoon een zwaard pakken als je moet prikken. Vroeger had ik een zaak of nails, maar die hebben we niet meer. Wie heeft is er een equivalent voor een zaak of nails, Kevin? Huh? Is er iets anders dat we kunnen gebruiken wat niet precies een zaak of nails is, maar wel heel erg op lijkt? Iets dat we dus wel ergens in kunnen halen. Een zak splinters. Wow. Ik weet niet waar je ze voor wil hebben. Nee, ja, ik dacht, als je iets moet repareren, heb je natuurlijk ook hout en hamer en spijkers nodig. Een hamer heb ik. Hoezo, toch? Want het zijn hele mooie boten, dus ik ga er haast vanuit dat de boot niet kapot gaat. Oké. Mending. Ja, kan wel. Oké. Dat zou het wel een gebruik van mending zijn waar je wat aan hebt, als je het hout nog hebt. Oké. En daarom hebben we reservehout. Die staat niet op het lijstje. Wat, reservehout? Oh, sorry, reparatiehout. Ja. Maar in hoezeer... We gaan er al van dat de mens gaat. I like you people. En hoezeer dat slaat? Dat was het toch? Dat slaak? Dat slaak. Die slaak. Die slaak. Die slaak. Moet je zeggen, als iedereen hier maakt als goed is aantekeningen en dit is het resultaat. Ja, mooi. Ik heb heel vaak Bud Buddies opgeschreven. Dat slaak. Bud Buddies! Dus Osham, dat. Hey, Osham staat er. Dat slaak. Dat slaak. Ja. Dat of die. Of dat slaak. Hoe? Wat is haar naam nou? Dat slaak. Dat slaak. Oh. D-A-T-S-E-L-G, toch? Dat slijk. Dat slijk. Dat slijk. S-L-E-G. Dat slijk. Dat slijk. Sorry, ja. S-L-E-G, ja. Dat slijk. Ik ben er nog niet uit wat het is. Dat slijk heeft met die gast, met Osham, te overleggen. Ja. Wij gaan op hun boot mee. Moeten wij eigenlijk wel al deze shit meezeulen? Ja, ik denk zoiets als hout. Gok ik dat er eerder iets is wat automatisch op een boot ligt. Kun jij dat niet over overleggen met Osham? Ja. Dat kan ik doen. Want we kunnen echt wel dingen gaan regelen als hij dat delegeert. Dat is wat ik zo. Als hij iets delegeert, willen wij het best doen. Maar we zijn heel creatief. We kunnen allerlei dingen bedenken die misschien helemaal niet nodig zijn. Is dat een trio omdat naald en draad staat?
Altijd om te hebben. Naaien. Nee. Oké. Okay. Goeie, goeie. Ja, er staat goeie. Nog... goeie. Het is voor een stad lijkt wel naaien. Ja, geen idee. We willen het schijnbaar. Ja. Wat? Vorige keer is het niet gelukt. Deze keer wil ik krijt. Krijt. Ik wil ook krijt. Oké. Okay. Hoe leg je dat uit? Krijt. Dat kennen ze ook gewoon niet. Als je met steen op een andere steen schraapt, dan komen er witte strepen. Ja. Er zijn sommige stenen die dat heel goed doen, zonder dat de andere steen beschadigt. Hebben jullie stenen? Met jouw uitleg en met wat ze erbij denken dat je bedoelt, komen ze aan met een soort van houtskool. Oh, nice. Dat is een begin. Slim. Oké. Okay. Dat was het vorige dorp niet. Dat is goed. Dus je hebt echt een handje vol aan los houtskool nog. Schrieven. That'll work. Hebben jullie ook iets stoffigs? Iets wat heel veel stof creëert? Daar wilden we eigenlijk de krijt voor hebben vorige keer, toch? Niet? Heb je ook iets stoffigs? Ik weet het echt niet meer. Een steen die heel makkelijk verpulvert en in stof verandert? Nee. Ik ging nog wat houtskool zo. Nee. Ze rennen pop met zand. I got the chance. Nee, oké, dankjewel. Oké. Vet als dat nodig is? Ja, ik dacht als de rest erin smeert, dan smeer ik hem ook in. Hamas, ja. Dat zeiden ze de vorige keer. Ja. There it is. Zei jij zelfs de vorige keer. Dat is de thumbnail. Nee, de vorige thumbnail was beter. Stond die... Nee, maar... Die bedoel je. Ja. Dat is al niet te min. Dit is de laatste twee afleveringen. Ah, dat is die. Dat gaat niet goed. Dat is drie, hè. Je wil ook carpenter tools. Ja, ik dacht. Dat zijn hameren. Zaak. Voor de reparatie of is het iets wat jullie zelf willen? Ja. Reparation. Oké. Kan iemand dat gebruiken? Heeft iemand... Nee, dat is gewoon... Ja, precies, iedereen kan dat gebruiken met Strength of Dexterity. Maar ik neem aan dat het er niet is, want... Dat is al een hamer. Maar wat ga je met een hamer doen zonder spijker? Die hamer heb ik van jou gekregen. Als je dat hout in elkaar tikt, hè, heb je ook wat gekracht nodig. Ah, smart. En ze hebben ook gewoon bijlen, dus hamers zijn niet zo ver gezocht. Zeker nog, Mythander heeft het allemaal gezien in die... die botenmakerij. Maar hebben we dat nodig dan? Nee, hè? Dat ligt eraan. Nee. We hebben één hamer. Maar heb ik nou een klein setje woodcarving tools, of niet? Ja. Oké. Okay. Je mocht dus gewoon wat beters mee pakken. Oké, nee, dan laat die. Dan zet ik dat hoeven we ook niet druk. Behalve, als dat slechter vriendje zegt, dat we het wel nodig hebben. Ja. Oké, okay, dat is slecht. Dat ga je doen. Schijnbaar heb ik morgen echt zo'n hele lading met informatie over je heen. Ja, discussies en nog voor het ontbijt. Super vervelend. Dat kan ik vandaag. Ik wrijf zo, ik wrijf het zand omhoog. Ik zeg, ik ga wel naar Sham. Nee. Ja, hij zegt net ook het volgende dag. Ah, oké. Waar ga je naartoe? Naar Ushan. Je staat buiten. Nee, jammer. Geen Ushan. Shit, ik denk. Misschien werkt het. Nee, die Skyrim. Ik zei, je bent daar, zit hier niet in. Dus. Ik, is er ergens... Ik vraag de eerste de beste die ik zie. Is hier ergens een trainingshal of zo? Een plek waar soldaten trainen. Vaak overal waar ze kunnen. Maar als je specifiek een plek zoekt waar ze, waar ze echt above and beyond, zal ik maar zeggen, dus niet zozeer met elkaar wat stoeien, maar echt gewoon training, moet je richting de waterrand en de baai. En je ziet, ik kan opgeven waar gisteren ook Oesman was. Nou ja, ik bedenk bij mezelf, hé, hey, dat was hij gisteren ook. Misschien is hij er weer. Dus ik ga die kant op. Ja. En terwijl je dat doet, hoor je langzaam met Let's Get Out the Business team opkomen. En hij staat inderdaad op dat vlot weer om met zijn speer te oefenen. Staat er niet toe. Cool. Ik loop naar hem toe. Zo ver als ik kan. Zonder het water in te lopen. Nee, is er dat. Dat is ook goed. En ik roep zo. Hey, Jean. En hij maakt zijn routine even af. Draait zich om. En je ziet even kort zijn staatverlies wat je ziet. En dan gaat hij in het midden staan van, tot hij wat normaal zou die hoort. En gaat met een paddel langzaam duwt hij hem terug richting het baaitje, zo gezegd. Oké. En terwijl hij naar me toe komt, zwaai ik hem even zo aan. Laat hem terug weer. We gaan morgen pas. Ja, weet ik. Maar wij vroegen ons af. Wat moeten wij meenemen? We kunnen alvast wel wat bijdragen in het eten. Want we kunnen mensen van wat extra eten verzorgen. Want we hebben natuurlijk Kira, die heks met ons mee. Je wordt ook dit onkruid even laten groeien. Hoe gaat hij dat doen met het schip dan? Dus ik hoef dat niet per se met modder te doen. Dat komt wel goed. Whatever.
Maar zijn er dingen die wij mee moeten nemen voor op de boot? Want we hebben eigenlijk pas één keer op de boot gezeten en dat was niet zo'n succes. Dus wat hebben we nog meer zo nodig? Wat jullie zelf mee willen nemen. We hebben gewoon alles waardoor we de schip daar moeten krijgen en terug. Oké, okay, dus we hoeven eigenlijk niks speciaals, tenzij we zelf iets mee willen nemen, meegenomen. Ja, qua eten is heel welkom. Want iedereen moet zijn steen bijdragen. Uh-huh. Maar als dat schijnbaar kan met de krachten van die heks, vind ik prima. Oké. Okay. Nou, prima. Zijn er nog gevaren onderweg? Hoe verder dan allemaal is? Ik denk dat je snel als een normal pace. Maar meestal heb je wind tegen. We zijn nu daar en we moeten daar. En dat is in optimale condities weliswaar, die 24 is een give or take met die maar 18. Wij zijn in optimale conditie, Rick. Tussen deze. Ja, het weer niet. Wat? Er zijn weather effects. Moeten we niet vragen of onderweg nog iets tegen kan komen? Zijn er gevaren onderweg, ja. Oké. Ik doe alsof ik dat zelf bedacht heb. Nee, we zijn daar helemaal Zou er ook nog gevaar onderweg kunnen zijn? Maak je geen zorgen. Niks dat we niet aan kunnen. Ik heb een hele smooth van. Hij gaat zo dood. Hij heeft echt 4 AP of zo. Ik zie dat koekje nog gewoon deze keer s'nachts. Het water. Ja. Oeps. Ik zeg oké, tot morgen. En ik geef hem een kassantje en ik ga terug. Oké, okay. Dan eigenlijk voel je de ogen wel nog branden op je rug of iets lager. Dat is een warlock. Ja. Niet letterlijk branden, dat scheelt. Goed, nog iets anders jullie deze dag willen oppakken. Zo. Dit is net een keer ooit bij de wandelers. Zeg, jullie hebben een plan. David. Ik wil toch nog wat kopen, wat ik me net bedacht. Wat wil je dan kopen? Heel graag een longbow of een shortbow kopen. Oeh, snap. Want ik ben daar proficient mee. Ik kijk, terwijl ik dat doe, ben ik gewoon naar Cookie kijken en dan denk ik, hey Cookie, geen of je proficient bent met een bow. Ja. Misschien is het handig als je die ook koopt, want dan kunnen we hoeven zo min mogelijk magic te gebruiken. Oh man, dat... Ik ben er ook niet blij mee, maar... Shit, inderdaad. Ik heb wel een zwaard. Ik ga wel in melee. I'm on a boat. Oké. Zijn we op een boot? Oh nee. Jij oh ja. Flippy doet ook melee op een boot. Ja. Nou ja, op een boot naast. En je ziet er wel uit. Oh man. Even die trauma's herleven, koek ik. Oh mijn god, ja, dat was gebeurd. Ik ga met Mifanta mee kijken voor een boot. Gezel. Longboot zijn wel. Prijzig, zeg Andy. Ze hebben ze allebei. Ja. Alleen zoals je ook van de vorige keer weet, ze doen niet zoveel met goud en zilver hier. So what you have in. Masturbator. Wat doen ze wel? In principe ruilhandel en alles wat nut heeft. Ik pak uit mijn tas pak ik een zilveren beker met gems. Aan de zijkant. Daar heb ik er nog eentje van. Ja, van die dwarfen. Sinds inderdaad een jaar geleden of zo. Filled with gems. Weet ik niet. Is dat silver cup? Nee, die was gems in de buitenkant. Ah, okay. Ja. Vier inlead gems. Ik zeg tegen hem, kijk, dit is... het lichaam van Christ. Deze zilveren beker met gems erop komt uit de schat van een draak. We hebben die draak weggejaagd. En deze beker meegenomen, er zijn er 3 in totaal. We hebben er nog eentje over, dus hij is heel zeldzaam. Wij zouden graag deze ruilen voor 2 van die longbows en een paar pijltjes voor ons. Maak eens een precision check voor me, alsjeblieft. Nice man, nice. Good busy. Oeh, 17. 17. Hij zegt, mag hem even? Ja. En hij pakt hem vast. En hoe zwaar was hij alweer? 3 AB. 3. Even verwacht, is een... Hij zwaait er een paar keer mee. En je ziet hier gek van. Zilver toch? Ja, de gems niet natuurlijk. Maar dus het werkt het extra tegen die maanhuilers? Ik weet niet of het slaan gaat. Misschien. Denk het, ja. Anders smelt ik hem om. Is prima. Oké. Geef me zo'n inkorver met 12 pijlen krijg je erbij en 2 longbows. 12 pijlen maar? Come on man. 12 per persoon neem ik aan. Dat is gewoon wat hij nu even liggen. Nee, gewoon 12 van die even stuif liggen daar.
Gewoon, want hij ziet, want hij krijgt een mooie shiny, waarmee hij ook maanden, hij kan A, goed aan drinken en kijken hoe fancy ik aan drinken ben. Mm. Maar zonder pinky, want het is zilver met gems. Dus. En als er een lijkend op komt, is het dat voetstukje klaats op het hoofd. Want ik had er ook al aan door. Creatief. Allebei zes pijlen dan? Ja, is goed. We moeten er zuinig mee zijn, met Anto. Ja, zeg dat. Kunnen jullie niet hout meenemen om zelf pijlen te gaan maken? Twee ja, maanden op een boot zetten. Wat zeg je nou? Kunnen jullie niet hout meenemen of zo om zelf pijlen te maken als jullie toch twee maanden op een boot zitten? Je hebt een woodcraft kit toch? Ik heb een woodcraft, dat is zeker waar. Alleen... Hoe is dat? Kan ik, ja, pijlen, dat... kan ik pijlen van alleen wood maken? Of zit bij elke pijl zo'n, zo'n steen of ijzeren knop? Dus het is meestal een kopje, want dat is hetgeen dat pijn doet. Als ik gewoon een pijn splinter. Maar dit wil ik gewoon meenemen. Ja, ik wil best aan een shopkeeper vragen van heb je toevallig ook nog kopjes? Arrowheads? Ja. Of materiaal waarmee we dat kunnen maken. Dan maken we er zelf nog weg met wat pijlen. Welke smederij ga je minimum een boot? Daarom vraag ik of je kopjes hebt. Arrowheads. Ik, ja, nee, ik ben eigenlijk al maken voor hem daar. Nee, wij zijn de overkant die net die boog gehaald hebben. Nee, ik heb er echt geen over. Echt niet. Knot toch gewoon een dagger op. Hij laat gewoon zien dat het echt... Hij heeft gewoon ijzeren ingits liggen van die grote blokken. Van verschillende formaten. Niet zoals je gewend bent, zou ik maar zeggen. Maar ja, hij heeft... Hij is zich volop aan het smeden aan het maken. Ik zeg, zijn er nog andere wapens die je te koop hebt? Ik hoorde je al het hebben over zilveren wapens. Ja, het hebben daar is niet zoveel. Oké. Okay. Wees als ze hebben is bijvoorbeeld, en hij wijst dan onder andere wat er mee is. Wiens nieuwe beter kijkt, die bijl heeft ook echt allemaal stukken zilver in het in blad zitten. Oké, okay, dus zilver hebben jullie gewoon heel veel aan. Ja, het helpt zeker als ze op jacht gaan. Okay. Of als ze het wagen hier in de buurt komen. Volgens mij werkt zelf wel niet toe. Ja, zilver wapens, zodat de damage resistance wegvalt. Ja. Dat is kut. Lycanthropes. Ja, denk. Baan. Hey, heb je... Ja, ik heb je ook bijgegeven en die heb ik ook niet meer. Ja, maar die is... Oh nee, shit, die wel ook uit. Ik dacht misschien dat Morning Fire niet uit. Rick, mag ik ook twee dingen doen? Als ze hier niet klaar zijn, want ik ga naar de volgende toe. Ik kon een emmer kopen. En een vishengel en wat wormen zoeken. Oké, okay. Ga vooruit, dan lukt je geen rare dingen. Ik zie dat ook echt voor me, zo'n oude man die dat totally random is. Ik wil een emmer. Een hengel. En dat hij op een gegeven moment ergens gewoon met zo iets in zijn grot ging. Zo... Want zo roep je... Wormen op. Ja. Mark, ja. Eerst ja, even ja, nat maken zo. Oké, okay, terwijl Mithran aan het oefenen is met deze aanpak schijnbaar. Ik vis niet, ik heb geen flauw idee. Charlie, wat ga ik hier aan doen? Ik heb nog mijn bullet Stonehide. Als we heel lang op boot zitten, zou ik er graag een schild van maken. Dus ik ga op zoek naar materialen om daar een schild van te maken. Oké. Okay. Hoe wil je het steen gaan bewerken? Ik vraag advies aan Cookie, want hij heeft Stone Shape. Oké, dus hij is van... Je is ook toegang bij de Lissabon, we gaan het groen daar fixen. Oh ja, dat is magisch. Hoe zou ik dat kunnen doen? Heb je er nog iets voor nodig? Nee, en dan doe je zo... en dan maak je er een schild van. En ja, hoe lang zit het op die boot, zei je? 2 weken? 3 weken? Ik heb echt wel tijd genoeg om mijn voet te maken. Okay. Maar dankjewel. Ik heb oprecht gevoel op alle borden. Weet je wat Genji vanaf moment 1 gaat hebben daar? Fast forward. Fast step, people. En ik had ooit een spel. Niet een spreuk, maar een letterlijk een kaartendek om spel mee te spelen. Dus in de uren dat we nog hebben, wil ik graag een nieuw spel leren. Dat hoef ik nu niet uitgebreid, maar ik wil wel graag een nieuw spel leren en meenemen op het schip. Oké. Het spel krijg je in principe een set bone dice, waarmee je in principe aan de gang kunt, zal ik maar zeggen. Iets andere variant, het is even wennen. Maar wel je te deel beter begrijpt dan wat je eerder uitlegde, onder andere met handen. Dat is handig. En bedankt. Je hebt me daar redelijk geplaagd voor een keer om wat te winnen, dus dat scheelt. Voet heb je al medelijden en daar heb ik nog een vraag gemist, toch? Oh, je stone shield waar je nu iets mee wilde. Wat wil je er nou mee? Want ga je nou de... Nee, dan ga ik zelf de... Oké, okay, dan heb je misschien een paar letter straps nodig. Of nu iets om je aan vast te leggen. Dan ga ik daar naar op zoek. Oké. Okay. Ja. Al ben je klaar? Ik ben klaar.
Dat ligt er. Ging het hierover of is het weer anders? Oh nee, dit is mijn ding, maar... Oké, dan wacht ik even tot het klaar is. Nee, je hebt gewoon een palet of stress in principe zo gekregen. Al is het maar uit dankjewel voor de oogst. Dus, jij hebt overal mijn weg momenteel. Ik heb nog wat gratis shit proberen te doen. Dus heb ik geen overal te bedelen. Ik heb jullie ingeregeld, hè? Ik heb je winterfout geregeld. Nee, dat is niet netjes. Maar ik ga wel... Guildtripping! Ik ga wel op zoek naar een bard binnen hun groep. Bard of Melomeus. Nee. Is hij een bard barbarian? Want ik wil even checken of hij het verhaal goed heeft. De bekendheid is iets naar me overgestegen. Ik wil even checken of hij het verhaal goed heeft van hoe dit nou allemaal tot stand is gekomen. Oké. Dus met een bravoure die waar zelfs Gustavus zegt, dat is, doe zo rustig aan Kira. Ga jij jullie naar, eerst maar zijn skal toe. Heb je mijn verhaal goed? Ja. Het gaat wel om mij, je moet mij goed portretteren. Dat. Cool. Maar geef je show een precision check. Vraag hem om te spelen. Natural. 6. Ik zei toch, het past niet bij dat, maar we gaan het wel doen. Jij bent volle bezig met hoe die de epos moet vertellen. En zelfs zo, je bent ermee bezig met heel veel details in het vullen. En vooral hoe je allemaal te gek wilt hebben. Ook hoe je, dat je je hele voetboek maakt, omdat het wel zo goed uit moet zien als het nieuwe voetboek eruit gaat zien. En je bent zo je verhaal bezig. Onze beste Skald ligt half uur te slapen. Tot hij al een kater had toen je aankwam. Dat interesseerde je niet zoveel, dat was zijn probleem met de jouwe. Maar hij ligt nu wel te slapen op de tafel voor je neus. Ah. Oké. Dus de kuil eruit hangt in de arm onder de gleun. Ga nou. Misschien is dat niet zo eervol dan. Ik check even of hij nog leeft. Ik wel ten een snurk. You got this. Oké. En ik ga naar buiten. Mijn ego is weer gewoon terug naar normaal niveau. Flinke klap gekregen. Maar niet uit. Je hoopt in ieder geval dat hij de coole dingen verder van begint. Het zou fijn zijn, maar ik schaam me nu ook dat ik hem in slaap heb gepraat. Bas. Ik wil graag de volgende ochtend een zending sturen naar Nocturnus. Oké. Dat jullie al twee secties geleden wil doen, toch? Cool. Ja, maar toen was ik dronken. En toen kon ik geen hetzelfde spel. En eentje was hij Ross Bob. Ja. Hey, Nocturnus! Boy, ja, die maandruppels vinden zichzelf niet. We zijn nu wel op een goed spoor. We gaan morgen naar Mori. Van alle verhalen. Komt goed. Oh, dat is precies 25! Ben ik erbij? Ja, waar is Genji? Ja, waarschijnlijk bij Cookie, want jij gaat toch geen fuck te doen. Wat was het Cookie dit? Ja, met een klein. Het is morgen. Nee. Het is morgen, zei ik gewoon in ons even een beetje apart van de rest. Maar is dat te zien dan? Of ben ik gewoon in de lucht aan het praten? Of hoe zie je dit? Heeft volgens mij material, somatic en verbal components. Ik kan best somatic niet erbij zitten, maar... Het is alle drie. Material ook. Ja, dus je bent echt gewoon met dingen bezig, handbewegingen. Dan hou ik het wel even... Achter van boom. Inderdaad. Net even buiten het dropje of aan de zee zo. Uitkijken over het water. Dan ga ik ervan uit dat jij erbij bent als lookout. Oké. Oh, wat heb je nou gezegd met tegen Travis? Ja, je hebt het gehoord, toch? Ja. Je hebt het gehoord. Maar niet zeggen dat ons ook gezegd is dat de maanwells, de maanputten al jarenlang leeg zijn. Misschien is dat wel goed als Nocturnus dat ook weet. Oh ja, Genji zei nog. Wou dat misschien dat hij eerst antwoordt? Oh ja. Jij begint weer de spang, je moet er eerst aan. Precies, sowieso. Ik kom. Oh shit! Snap afduwen, ander accepteert. Geen woorden meer, Genji. Wacht even tot hij reageert. Okay. Ik heb nog geen blauw vinkje. Je hoorde uit je hoofd. Ja, dat heb ik inderdaad ook vernomen. Ik ben hierna gaan vragen en blijkt daarna tot de moon wel eens een tijdje leeg zijn. Oh, hij weet het ook! Dat is denk ik ook stiekem ook de reden waarom het zo lang duurt, toch? Ja. Je hebt nog 24 later zomer. Nee, ik had niks terug gezegd, dat kan het wel lukt. Dat je door. Dus hier ben je even stil. Ja. Hij weet het ook, dat de moonwells. Dus het is helemaal weer het spel. Kunnen we dan misschien nog vragen of hij nog tips heeft of zo, die hij normaal niet wil geven, maar misschien is hij nu wel een beetje meewerkend. Zo van,
Dushi. Misschien nog Dushi. Dan. We gaan nu naar Moria. Of vertellen wat we gaan doen. Dat we naar Moria gaan. Okay. Hij zei niks ervan, dus. Jo, zijn woorden wel redelijk op. Het is goed, ik vind het goed. Er zijn nog andere mensen die jij dan graag even wil... De man, de pap. De showman. Die ken ik niet. Wat? Ik kreeg ook even nog een bericht binnen. Als het gaat om jullie situatie. Ja, dat jij vertel ik. Goed dan. Oké. Okay. Kom terug. Wat dan? Jullie gingen naar Moray. Neem zilver mee. En niet zo'n beetje. Fucking hell, Rick! Hoeveel heb ik door? Je hebt er nog 8. 8. Zilver kun je heel makkelijk vinden op het eiland waar je niet naartoe moet gaan. Ja, wat zou waarschijnlijk zo doen? Nee, dat is een lach. Oh, ja. Oman. Die ja. Ja, inderdaad, Oman. Oman. Oké. Okay. Maar dat is toch gek? En in Oman is hetzelfde als Durnal Forest. Punt. Toch? Nee, dat weet hij helemaal niet. Maar is het nodig dat hij dat weet? Nee, zeker niet. Nee, maar hij geeft ons dus informatie gebaseerd op dingen die hij niet weet. Ja, vraag hem dan even waarom. Waarom? Hebben wij zilver? Als hij zegt, ja, want er zijn mensen die houden heel veel van zilver en daar kun je alles mee kopen daar. Ja, dan is het een andere reden. Ik had iets van zilver. Lijkt me sterk, maar... Ja, precies wat hadden we even. Stuur je waarom? Ik stuur hem dan terug. Ah, oké. Okay. Dat is goed om te weten. Ja. Zilver, oké. Okay. Kunnen we proberen aan te komen. Waarom is het zo belangrijk? Einde bericht. Ik weet niet hoeveel ik had. Ja, het is maar 7. Oh. La, 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 la. Het is precies 7. Yes. Gezet muziek. Dus we gaan nu oefenen in de klas. Nice. Oh, goals. Wat? Hier geef ik een bericht terug. Het is al een tijdje stil. En in principe zijn er maar 2 bedreigingen op het eiland. Dat zijn... lycanthropes. De lizardfolk. Oh, en de trollen in het noordwesten van het eiland. Trolls? In de dungeon? Trolls in Noordwesten? Mm-hmm. Ik weet niet heel veel quotes, maar die weet ik wel. En hij heeft het over Moray, toch? Harry Potter. Ja, het gaat over Moray inderdaad. Ja, nu weet je wel wat Trolls zijn onze vrienden. Nee, dat hoeft hij niet te weten. Misschien dat we dan vertellen als we terug zijn ofzo. Ja, misschien dat toch Silver Weapons kopen trouwens. Ja, ik vind dat iedereen zoiets, zoiets hebben. Heeft. Nee. Of het moet al extra damage doen. Ooit had ik die. Maar ja. We kunnen nog even kijken of ze iets van zilver hebben, maar hij heeft niet echt gezegd of het zilver was om aan te vallen of ter bescherming. Dus als je een zilveren ketting om hebt, je bent veilig, dat is wel anders dan je een zilveren wapen moet hebben. Jullie hebben toch nog een zilveren ring? Ja, ik heb inderdaad die ring nog. Is die ring van zilver? Die was niet van zilver, denk ik. Of wel? Wel. Ja. Nou. Hey. Dat is een geheim. Oh, dat is een goeie, want jij ging... Huh? Mathieu, ik wil niet zeggen Matsu. Matsu. Nog vragen, nog wat dingen vragen. Ja? Zou je kunnen vragen of onze ringen ook misschien weer kunnen werken? Oh ja, die werden zilver. Ah, oh man, we zijn goed bezig, jongens. Die werden veranderd in het zilver short sword. Wat bedoel je? Wat? Ik ga het potten. Ik weet helemaal niet wat je aan het doen bent. Oké. Okay. Schrijf je berichtje gewoon, dat is grappig als je nu te weinig hoort. Is er een herb supplier daar? Zit er een shady mannetje in de hoekje? Die vingers eet. Die vingers eet. We hebben lange vingers dan nog. Ik vraag aan Bartel en eerst, doen jullie ook dingen met kruiden? Ja, er zijn een paar die altijd bij het eten gooien, maar dat moet je benauwen. Maar niks geneeskrachtigs of zo. Ja, je houdt ervan om flauw te hebben. Ja, er is een of ander mengsel om wonden dicht te houden tot niet blijft bloeden, maar... Ik ken dat middel. Dat is vuur. Mengsel. Yes. Kom, je trapt er even achter langs open. Fik in die handel. Goeie. Ik zeg, nou ja, never mind.
Als een cleric ooit doodgaat. Koop jij je bijl, vraag ik. Sorry? Verkoop jij je bijl, Bartholomeus? Ik kijk naar jou. Geef dus een bijl. Hoe denk jij die oor vast te kunnen houden? Met proficiency. deze bijl is groter dan gemiddelde Great Axe. Dit ding is massive. Til hem op. Ik zeg maar, eens proberen. Dank je. Zet hem neer. Oh yes. En net in vallen bent, pakt hij met één hand en we zetten hem weer rechtop. Ik word ik sneak attack. Dit is mijn finesse weapons. Dit valt niet onder finesse weapons. Sneak. Zeg, heb je ook kleinere versies? Waarom ben je kleine bijl? Ja, je hebt ook kleine mensen hier, of niet? Handbag. We zoeken zilver. Kinderen. We zoeken zilver. We zoeken wapens die van zilver zijn, zodat wij ons ook tegen de light controls kunnen verdedigen. Ja, helaas hebben we niet zo vaak zilver. Er zijn enkele hier die wat een wapen hebben dusdanig daarmee gedaan is en de rest wordt meestal bewaard tot iemand zijn proef heeft gedaan. Dan zal Oemasje van de volgende zijn. Oemasje, sorry. Ik zeg oké, dankjewel. Dan gaan we zonder. Ik ga weg en hij gaat verder met werk in het veld. We zijn al die grond kut weggetrekken tussen weten en varken komkommers zitten. Zeg, we zijn klaar om te gaan, jongens. Is goed. Fast forward. We gaan morgen toe pas. En morgen gaan we. Ja, dan fast forward. En dan wil ik vannacht praten met Otsu Matsu. Hoe? Is het al donker? Ja, als niemand anders overdag wat te doen heeft. Ik wil graag kijken voor een mooie zon. Natuurlijk maken. Nee, ik kan het niet. Ja, je vindt geen kledingwinkel, zou ik maar zeggen. Dus, ja, dat lijkt je een goed idee. Als het niet te goed kan ik ergens. Kan ik ergens een parasol of een paraplu vinden? Mooi. Nee, hoeden kennen ze niet, maar een parasol. Ja, krijgt. We kunnen zo mee draaien. Je ziet wel wat je op zoek bent, tot ze dat in het groot op heel veel huizen hebben zitten. Maar niet echt dat je denkt. Dat is een dag. Een Mary Poppins-achtige. Nee, kom niet meer weg. Nee? Jammer. Nee, daar hoef ik niks te doen. Oké. Okay. Nou, de avond valt rustig. Je hebt nog een tent. Iedereen heeft zijn errands opgepakt. Wat doe ik hier? Is het volle maan? Nee. Voor de derde keer vraagt hij waarschijnlijk. Die blauwe bol, maakt het nacht? Of maakt het volle maan? You don't know. Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Nee, nu is het. Oh, zo werkt dat. Dankjewel. Dat was het, ja. Heb ik het daarna niet nog een keer gedaan? Jawel. Ik dacht dat ik het nog een keertje had gedaan. Jawel, zeker wel. Heeft iemand het opgeschreven? Nope, vast wel. Maar ja. Gaan terug naar de stad. Nee, ik mis echt een heel stuk. Nee, dat heb je zeker ook geprobeerd. Ik heb heel veel getekend. Handvol met één bol. Donkerblauw, helder als een ster, met koude avondwind, zwaar, vluchten, maan oproepen. Voor 10 minuten, maar roep ik dan de volle maan op? Is de vraag. Doe het. Just try it. Ja, maar wat nou? Ja, oké. Okay. Dan is het goed. Dan ga ik ergens achter een boom zitten. Ik vertel de groep wat ik van plan ben, zodat zij een oogje hetzelfde kunnen houden. En dan ga ik met de blauwe bol mediteren. Okay. Een beetje na het eten, druk je die met z'n allen even af. Ik wacht tot het pikdonker is. Oké, zeg gewoon nacht. Echt 12 uur 's nachts. Rub the blue ball. Oké. Nu zon er even af en er staan er meer sterren. Wow. Sterren aan de... Is het over de hele lucht of is het zeg maar een klein gedeelte van de lucht en is het daarnaast wel normaal? Zoals je kunt kijken, is dit er als één grote nacht. Het is niet alsof je denkt, als ik een rippeling... En het is gewoon een soort van gebroken lucht, zal ik maar zeggen. Het is geen Hunger of Hadar Tentacle soort. Ja, ja, ja. Wat ook zo gezegd of zo. Nee, het is net van Majora's Mask, maar dat is goed. Nee, jong. Nightmare is again. Verschrikkelijk spel was dat. Ja, ik heb hem. Heb je gespeeld? Ik ook. Ja, ik heb hem uitgespeeld. Uiteindelijk wel, ja. Fuck goed. Er is een hele goede maan. Oké, ik concentreer me op zoeken of ik dat lijntje kan vinden die ik met Otsu Matsu heb. Dan mag je een nature check maken met je wisdom. Een goede dobbelsteen pakken. Een nature check met mijn wisdom. Dat is heel veel rekenwerk. Oh, ja, want je hebt die expertise shit. Ja. Kijk, moet je dan die expertise ook doen? Ik heb in principe plus 8 staan. Met nature, ja. Die expertise die was alleen voor herbs en application okay. Met de sickle. Dat is je met de sickle naar de maag gaat zwaaien. Dus het is gewoon wisdom plus proficiency. Plus 7 dus. Plus 7, ja.
Oké, wat doet de rest hem? Ontnuchteren. Dus nog meer drinken. Ik heb een waterskin. Ik doe af en toe, ik denk wel een slokje zo. Voor de meerdere. Even zo. Een nipje. Nipje, want ik moet natuurlijk wel nog 20 dagen ermee doen. Ik ben gewoon heel opgefokt. Beetje chillen. Een beetje rond, of er spullen liggen. Brandnetels zenden. Daar bij mensen onder de voeten zo doen, als ze net niet opletten. Zo. Bij hun dan. Iedereen mag vieren. Ja. Mag je staan, check? Zeker. Oh, dat is jammer. 26. Komen we nooit aan. 26? Mm-hmm. Netjes. Gim is wel wat jeuk. Vooral Koek heeft er last van. Oh. Nee. Zijn nipje geeft het later. Oh, het kriebelt mijn voeten. Wat is dat? Wat, Luigi? Wat heb jij? Een zenuwachtig of zo? Nee. Ik wel. Ik weet dat de vorige keer wat water is gebeurd. Of vandaar de mede. En dan doen we op de twee pijltjes naar rechts. Oh ja, we moeten zorgen dat de heks water breathing doet morgen. Oh ja. Dat er niet meer van moet drinken. Goed, wat doet de rest nog? Misschien moeten we even iets verzinnen over waarom, zeg maar, één iemand mist. Wie mist? Zeggen dat we dat onze heks een bericht heeft gekregen, telepathisch, dat één persoon terug moest en we loodje getrokken en hij moest terug. Maar weet Omami dat weet hij dat Slijder was? Dat sowieso niet, want jij bent best wel onopvallend geweest. Ja. Oh ja. Ja, Umami heeft en als ze daarna vragen, kunnen we zeggen onze heks heeft een bericht gekregen van een andere heks dat we zo snel mogelijk iemand terug moesten sturen. Dat er weer problemen waren in Rock, Blackstone. Dat is rock. Goed, man. Okay. Keep it simple. Oké. Ja, of je moet zo iedere keer naar de hut rennen en dan weer als slijter. Ja, ik dacht dat we kunnen doen dat die ziek is en alleen maar in bed ligt. Maar ja, als dat 20 dagen duurt en dan niemand of niemand hem ziet, kunnen we beter zeggen dat hij er niet in is. Dan dood. Krijg je zo'n, dat hij dood zo'n Mrs. Doubtfire. Ja, precies, dat gaat mis. Maar het is wel heel erg leuk. Oké. Dus je hebt een plan voor deze façade? Ja, ik vind het al genoeg simpel. We hebben het erover gehad. We hebben het erover gehad. Het is de discussie. Waar één heks al een probleem was, maken we er nu gewoon meerdere heksen van. Ja. Ja, maar die zijn hier niet. Die zijn ergens anders. Dat is het ding. Ze moeten naar de heksenconvention. WitchCon. WitchCon? Heksen symposium. WitchCon 20. Oh, ik bedoel het gewoon zondagochtend. Wat? Mijn grapjes zijn al volgende dag. Fast forward. Oh, zo. Heftig. Voor ik met jou. Ben ik iets? Nee hoor. Nee. Maar het is toch fijn als iemand me vraagt, wil je nog wat doen? Ik kreeg wel net even de ding dat schermpjes met streaming goed op. Ik ga even kijken wat de frame rate is. Daarna kom ik bij jou. Frame rate. Dus jongens, nu is het moment om te zeggen. Drop the frame. Wow. Ik heb opgeschreven. Oké, ik heb ook geschreven dat ik aan ga vragen, wat kunnen we op Moray verwachten? Hoe pakken we de Noordeling aan en mogen onze zilveren ringen weer aan? Ja, en waar kunnen we maandroppers vinden, Moray? Mooi. Oh ja. Waar of zo. En als u nog wat Moray informatie heeft. Haha, die ga ik onder. Dan kunnen we moondrops. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's tomorrow. Ik zag ze helemaal anders dan kunnen testen. Ik zag een super grappig filmpje waarin dus een interview werd gegeven. Ja. We zijn nog steeds online, over, hè? Ja, over Trump en Biden ging dat dan. Ja. Dat was een Fransman en op een gegeven moment komt er een willekeurig gast en die gaat ernaast een Amerikaan en zo. Oh no, croissant, baguette! Super, Kevin, wat zei dat? Nee. Welke man die ik niet ken? We dromen wel. Het was niet Kevin, het was Chum Chum. Goed. Daar een post. Jullie zijn dus eigenlijk, maar we kochten zo over bespreken, terwijl ik hier even echt met die bal zit, echt
even leek verzonken in. Ja, kijkend naar die bal, dan zie je ook heel licht een paar van die. De ogen zijn ook wit. Dan bedoel je de iris en voor de pupil, die zijn wit. Damn, boy. En ook in de rest van het zwarte deel, wat normaal gesproken wit is bij het ooglid, zie je ook diezelfde sterren terugkomen. Dus gewoon een projectie van die bol en ook wat de lucht doet. Oh, dat is cool. Ja, nee, weet je zelf helaas niet. Palantir. Dus je hoopt straks een van deze mensen tegen jou kan vertellen. Oké. Okay. Waarschijnlijk niet. Nee. Zelfs stom. Ja, nu ga ik het al helemaal niet vertellen als je ook doet. Damn it. Ja. Maan. Goed. En terwijl je erin zit, op een gegeven moment wordt je hoofd naar boven getrokken en zie je die maan. En in deze op de rest van de club, hij is echt fel. Echt, je denkt van, oh damn. Het is echt zo, je hebt sommige van die volle maanavond, dat je denkt van, zet de lantaarns maar uit. Dat soort licht zie je ook overal. Je hebt ook van, we zaten hier toch verstopt, toch? Toch? En je maakt even terecht zorgen, terwijl je ziet dat Kent een beetje afgeleid is met bandnetels en achterlangs sneakt. Op een gegeven moment hoor je wel een stem. Hallo. En dit is de stem van Otso Metsa. Hey, Otso Metsa. Wat een pik. Hij kan gewoon. De zaak hier gaat moeizaam. Zoals ze al een tijd doen. Oh, is het nog moeizamer geworden? Het heeft zijn tegenslagen en zijn voorspoedige dagen. Dat is nog steeds heel vaag. Gaat het slechter of gaat het niet slechter? Op dit moment lijkt een slag verloren. Oh. Oh, dat is jammer. Kunnen we helpen? Ja, dat zijn wij die al aan het doen, hè. Ja, wij zijn onderweg naar Moray. Moray? Ik begreep inderdaad van de schapen dat jullie onderweg waren. Ja. En ik wilde even wat advies inwinnen bij jou. Nee, want we moeten langs iets Oman. Anders. Oman. Langs Oman. Even de informatie. Jullie zien trouwens dat haar parel langzaam op het licht is. Was een, dat is zo van onderop, hoe lichter was van kleur. Die blauwe bal. Ja. We moeten langs Oman. Trouwens, ik herinner me net dat we maar 10 minuten hebben, dus ik kan snel praten. En het is even stil. En je hoort een paar zuchten weliswaar. Ja, zo voel ik me ook, dude. Wat ga je doen? En het geeft me geen antwoord. Meer dan invloed uitoefenen op de wind en de stormen, en het daarop anticiperen, kan ik jullie niet meer helpen. Wacht, je kan ons wel helpen door invloed op de wind uit te oefenen? Nee. Je advies is om invloed op de wind uit te oefenen. Got it. Vraag die zilver naar je. Invloed uitoefenen op de wind en stormen. Okay. In je hand 5 silver short swords. Hoor opeens, uit het niets. Dankjewel voor het advies. Vraag 2. We nemen een northerner mee, een noordeling, mee naar Moray, want anders komen we er niet. Maar hij wil natuurlijk op zoek gaan naar een shifter om te slachten. Heb je advies daarover, zodat dat niet gebeurt? Wat neem je mee? God, praat eens wat sneller, man. Praat een keer langzaam als je nog niet goed. Niemand snapt dit, man. Oké, wij gaan met een boot naar Moray. Om een boot te krijgen, moesten we een noddeling meenemen. Sponsor Eagle. Hashtag Spol. Hij wil shifters vermoorden, dat willen wij niet. Wat kunnen we daaraan doen? Als zij zich richten op degene met het zwarte bloed, stop, wens ik hem alle succes. Oeh. Wie is degene met het zwarte bloed? Tenzij. Degene met het zwarte bloed zijn een van de problemen die hier op Moray zitten. Oké, hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen degene met het zwarte bloed? Door zo snel mogelijk ons te vinden en ons samen te pakken. Jullie zijn op Moray? Ja. Dat was ik vergeten. Waar op Moray precies? Ben je dat ook nu verteld? Ja. Oh, fantastisch. Oh, ons vind je aan de noordoostelijke zijde van het eiland. Noordoost?
Waar kunnen we hebben jullie plekken om je heen die heel erg herkenbaar zijn? Een van de weinig overgebleven wouden. Oh, daar. En het woud. Oké, okay, nog een vraag. Mogen onze zilveren ringen weer aan? Doe het weer. Komt die uit dan? Ja. Weet ik niet. Ja, nu is het geen dagger. Ring, eerst was het een short sword. Bescherming die het kan geven, deed het nog toch? Nee. Okay. Alleen het spel voor. Ja, heel lang niks meer. Gelukkig heb ik het niet nodig gehad. Tenzij jullie in een maantempel zijn, kan ik op afstand niks voor jullie hier doen. Is er een maantempel op Moray? Dicht bij waar wij gaan aanmeren. Ik hoop dat we daar geraken. Jij hoopt dat jullie er geraken? Bij allen. En waar is die dan? Er zijn verschillende maantempels op Moray. Oké, voor welke zijn we aan het gaan? Hopelijk het bevrijden van ze allen en ook de stroom weer te herstellen. Dat is de eerste waar we naartoe gaan. Kom op man, ik heb een plan nodig. Je ziet dat die bol inmiddels echt wel ver ligt blauw. Ja, dan probeer ik snel te praten, Rick. The magic 8 ball is running out. Come back later. Yeah. No. Sorry, jouw laatste vraag was, ik wil afgeleid door de 8 ball. Nee, ik ben ook afgeleid door de Kevin's ball. Waar ze als eerste naartoe moesten ofzo? Welke maantempel moeten we als eerste hebben? Ik hoop dat de eerste die wij kunnen vinden in het woud is in het oosten. Oké, okay. Kort samenvatting. Okay. Moray, oppas voor zwart, bloedige. Norling kan gewoon mee, wordt waarschijnlijk toch vermoord. Na de maantempel in het woud. Mis ik iets? Ja, nog één vraag. Dat klinkt als een correct. Nee, zo werkt het niet. Zes uur, praat ik er wel. Zijn er nog meer dingen die jij ons nu kan adviseren? Aangezien onze tijd opraakt. En wij morgen. Ik kan jullie hiervoor enkel een voorspoedige reis wensen. Dat is aardig. Iemand nog iets? Snel? Kijk ze rond en dan zeg maar die enge ogen die ook langzaam nu lichtblauw beginnen te flikkeren. En ik zeg maar we die branden. Oké, Otsmetsa. Voorspoedige gevecht. We zien je over 2 weken. Hopelijk. Don't die. Slap zacht, kind van de maan. En hoe de maan verdwijnt. Ik denk dat hij net voorspelde dat ik doodga. En waar hij zei slaap zacht. Nee. Meneer. Wat? Nee, ga je dood? Wie gaat dood? Weet ik zei net. Alweer? Ja, ik weet niet. We hebben geen diamant meer, hè? Ja. Deze is voor de echt. Oh, you are so salty. Oh. Okay. Toegeef wel. Als Kira dood gaat, is mis mij een grote slang. Voor de rest valt het reuze mee. Voilà. Black Mamba. Mamba nummer 5. Mamba. Dus wat zei hij precies? Oké, dus nee. De ringen werken niet meer. Ik vertel ze wat hij net tegen me zei. En wat is dat? Want ik heb het niet opgepakt. Oh, kom op man, echt? De ringen werken dus niet meer? Nee. We moeten naar Moray. Ja. Oké. Okay. Maantempel in het Noordoosten woud. Oké, okay, en we moeten vooral niet langs die midden Oman, en we moeten proberen het weer en alles te manipuleren zodat we er niet bij komen en oppassen voor stormen. En wat zei hij over de Noordfolk boy? Die gaat waarschijnlijk dood. Oh. Wat die gaat ja, weet ik niet. Hij zei, je moet naar het woud toe komen en als hier de zwarte bloedigen nog rondlopen, gaat hij waarschijnlijk toch dood. Dus ja. Ja, maar als wij zijn met hem, dus dat betekent dat wij ook doodgaan. Ja, hij was een beetje grimmig, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat hij het niet zo goed gaat. Ja. Kentje krabt zich op een gegeven moment achter de oren en zegt: Brandnetel! Zo groot yes. Oor zo. Sorry, ik was even om het wachtje te komen doen. Ze zegt van, het is toch wel raar hè, dat we eigenlijk helemaal niet weten wie goed of wie slecht is. En, gewoon... en daarom dat wij eervol moeten zijn. Oh ja. Waardoor we altijd aan beide kanten zijn. Daarom zijn wij een beetje in het midden zo. Ja. Ze kunnen gewoon allebei neersteken. Nou, we're surrounded, so we can stab in all directions. Let's go! Sailing! Dat is een beetje het verschil tussen, zeg maar, lawful neutral en chaotic neutral. True neutral. Sorry, stof. Yeah, right. Ah, daar heb ik al dood! Nee, los van alle plastic kolen die echt als vies last schoon te maken zijn. Het is makkelijk om opnieuw te spannen, oké? Okay? Maar
Avond. Ja, ik moest ook meteen. Ik moest een browser aan mijn schoen maken, dus fair. Dank je, Kevin. Leuk. You might be there. Tussen twee schermen ook. Tussen twee schermen. You good. Hele scherm is niet. Nee, dan gaan we gewoon varen. Ja. Hebben we nog iets waardoor we stormen zouden kunnen manipuleren? Dat advies gaf hij. Jij kan dat. Ja, ik kan dat alleen een heel klein beetje. Ik kan dat ook. Goed. Als we met z'n allen blazen. Ik kan voor 10 minuten zorgen dat we sneller gaan per dag. Ah, dat is handig. Oh, en hoe doen jullie dat? Zijn ze van hen ook. Als ze zijn niet inschatbaar op zijn... Niveau inderdaad. Nou, komt goed. Het is een achterliggend plan. Komt goed. Komt goed. We gaan de boot op. Anders niet te veel plannen maken, anders vergeten we het eerste plan. Mithrander en ik gaan lekker boog schieten. Precies. Ik ga vissen. Oh. Ik help je wel. Boog schieten met motion controls. In die avond ook bezig. Goed. We net nog... Mag ik voor jullie even allemaal een perception checkers? Rick, voor mij mag dat. Perception. Natural 20! Natural 1! Heb je natural 1? Wie heeft natural 1? Oh, ik dacht dat jij een natural 1 had. Ik heb een natural 1. Hey! Ik zie ook een natural 1. Ja, linker, linkshand, linkshand. Ja. Hey! 42. Oh, dat ben ik vergeten. Zet op Instagram 40. Nee, die heb je gedaan. Nee, je hebt hem in de stories gedaan. Oh, man. Goed. Natural 1, oké. 14. 29. 11. 13. Oké. I see smells. Nee. Het is alleen, die ochtend, echt in alle vroegte, hoor je het plots een horen. Althans, jij hoort hem. Jij hoort hem. De beacons! De beacons, alle! Zoom calls for aid. Ik zeg, wakker worden! Let's go! Een beetje Ik wil graag naar buiten kijken, zie ik mensen zeg maar niet rondrennen of zo. Nee, maar je ziet wel een hele vergadering staan op het strand. Met een boot net de water op te laten. Ik zeg... Hoe moet ik aan? Oh shit, hij mag slapen. Maak iedereen wakker! Niemand van jullie heeft ook gecheckt om nog iets... vooraf te... moeten vertrekken! Slij, maak jij iedereen wakker? Ik ren er naartoe en ik zorg dat de boot nog niet weggaat. Maar wij hebben toch maar 4 uur slaap, dus dat is nou mee. Oh ja, klopt ja. Ik snap dat nooit, allemaal, dat vergeet, dat vind ik jammer. De vraag is wanneer die 4 uur slaap doet. In het begin of aan het eind? Ja, in het begin natuurlijk. Dan hebben we dit probleem. Maar dit is wel een leuk probleem. Normaal, mensen willen altijd af. Ja. Zeg, dit is doodgaan of dit is het probleem? Oké. Ja, dus ik zeg tegen Slij dat hij iedereen moet wakker maken en ik ga zo... Ja. We kunnen iedereen wakker maken. Huh? Hoe? Hoe? Hunger of nee? Wauw, samen voor een hele goede impression. Ja, weet ik veel. Het was je water, Henry. Ik doe Narskin. How much had je? En ik schreeuw. Wakker, booming voice. Hoor je dit echo door het hele dorpje heen? Over van die heuvels, over die vallei. Wakker worden. Tijdens het rennen denk ik, oh, kijk hoe wie ons hier uit wil. Jij komt daarvoor aan en je ziet echt, Oesjeboek ook kijkt, waar is die ander? Ja, we zijn wakker geworden, man. Even chill, koffie, stoontje, Is het echt, 6 anderen van die normaal echt in die boot zitten? Oké, we komen eraan. 10 minuten. Minuten? Gewoon, even, ik kom zo terug. Doe niet wegvaren. Doe niet gaan. Schiet op, we moeten gaan. Zeg hoezo. Schiet. Ja, en dan gaan we terug. We gaan terug, zien dat Slee nog bezig is met zijn pruik en alles erbij hoor. Iedereen is wakker? Ja. Ik zeg, ja. Schijnbaar moeten we snel gaan. Okay. Geen koffie, geen croissant, niks. De horeca is gesloten. Ja, we gaan naar die boot. Ja, dit groepje rent daar naartoe. Ik of jou eventjes een Gaspie nog. Een performance check. Mag ik voordat ik weggaan, kijken of we echt alles hebben meegenomen, dat we niks hebben vergeten? Allow it. Oké, okay, cool. Wel, je mag daar dan zo je proficiency in disguise skip bij gebruiken. Dus even voor je gehaaste omkleden. Performance zijn, hè? Ik heb niet meegenomen. Oh ja. Wat? Hey, 16. 16. Kevin zei te laat in de bas dat de kruis moest doen. Nee, ik zei het niet te laat. Hij leeft
Ja. Pas op. Ik verstond even wat je zei. Ik wil niet doen dat je net voor heet. Goed, toegeven. Het is iets minder hoe tof als wat je normaal gesproken zou maken, waar je de tijd voor pakt. Maar noodmaatregelen, dan maar een beetje out of bed look. Precies. Je merkt dat het rennen op iets hogere schoenen toch wel wat lastiger is dan dat het lijkt. Zo die wavy leg, zo. Die hak ze erop uit schiet. Stiletto run. Oh ja, inderdaad. We hebben wel wat die wapens, dat scheelt. Ik kan Genji kan ook stiletto run. Improvised weapon. Jullie gaan met het schip op. En je hebt een niet al te groot schip. Wel eentje met een wat hogere ligging. En het heeft, in het midden heeft eigenlijk een soort van één grote kistruimte eigenlijk. Je ziet er een paar overheen stappen. Je wordt aan de voorkant schiet. Jullie zitten meer aan de achterkant. Oesham zit ook aan die kant bij het luik. Er zijn een paar man die wat het zeil pakken, want dat is gewoon één stam met een zeil. Dus geen uikerkost. En je hebt inderdaad die grote gesloten kist rondom die middenpaal. En jullie gaan te zee. Een deel wordt gepaddeld. En geen moment zijn er zo'n paar paddels aan jullie kant. Dus wat doen jullie? Hoe heet het schip? Heeft geen naam. The Mass Debater. Dus we hebben nog... Namen van schepen zijn nog zelf die altijd iets van... Ja, hè. Een later tijdperk dan waar deze beste mensen verblijven. Wat? Jij zei dat net, er is een kist die in het midden staat? Ja, in het midden, in principe in plaats van tot je bang hebt, zit er in principe één grote kist lijkt wel met vier luiken. Zit erin. Ga je kijken of? Zeker. Ik vraag aan Oeshmash, mag ik kijken in de kist? Oeshmash. Ja, is goed, maar zo interessant zit er niet in ook. Je wil bij deze kant op kijken. Hoezo, wat is dit? Zijn kant. Ik vraag hem, want ik loop naar de kist toe. Hij doet er helemaal niks. Vooral zijn ogen af en toe toch wel wegglijden naar... Dat slag! Dat slag. In de kisten vind je eigenlijk een heleboel... extra hout, wat tools, eten. Weet je, gewoon de dingen wat je nodig hebt om een lange reis te maken überhaupt. Als ik het hout vergelijk met het stuk hout dat ik heb meegenomen, welk hout is mooier? Dat is groter. Maar voor mij was het groot genoeg, toch? Ja. Okay. En ik weet niet of je heel stiekem gewoon zo'n lange balk weg kunt pakken terwijl je zo'n kleine boekje teruglegt. Het is een poging waard, maar fantastisch. Oké. Zijn meer mensen dingen wat jullie goed doen hierin ter verkenning van het schip? Ik ga dat hele ding doorzoeken waar alle luikjes, gaatjes, schietgaten, weet ik het allemaal. Waar de keuken is, waar ik kan slapen. Kraaienest. Dat is een vikingschip, en dat heeft ze niet. Is er iets van een kok op het schip? Nee. Is er een kookplaat op het schip? Nee, dat is ook geen kombuis. Nee. Inductieplaat misschien? Ik ga wel proberen te helpen met groeien. Cool. Met je noedelarmpjes. Ja. Is er een touw dat zo naar de punt loopt, zeg maar? Ja. Oké, dan wil ik er aan gaan hangen zo. Heel erg Studio Ghibli. Nice. Heftig. Jij gaat meer roeien, wat doe je? Ik ga vissen. Waar? Ik denk in het water, Rick. Dat? In iemand zijn water. En Oeshmash? Oeshmash. Bij mij komen staan. En ik leg een Oeshmash uit dat ik een spreuk ken waardoor iedereen onder water kan ademen. En vraag aan hem de vier meest belangrijke... Ja. Zeg, Kira, misschien moet je eerst vragen of ze überhaupt kunnen zwemmen. Kunnen jullie allemaal zwemmen? Ja. Ik kan het niet dragen volgens ons allemaal. Ik vraag naar onze vier, dat vier belangrijkste teamleden? Nee. Crewmembers. Even bij ons te roepen, zodat ik het spel op iedereen kan doen. Het schip is niet zo groot dat je er geen reen voor je spel zou hebben. Of moet je ik touch? Cast gewoon fucking water breathing, Rick. Oké. Okay. Nee. Mag een strength check voor Cookie, alsjeblieft. Yes. Wat zei jij? Je kunt ook ritueel. Oeh, 14. Je bent mee gaan. En het eerste kwartier zeg je, I got this. Maar het wordt steeds zwaarder en zwaarder. En je bent deze oefening niet gewend, eerlijk is eerlijk. Je hele upbringing had niks te maken met deze fysieke knoeste arbeid. En geef je ook echt dat jij ook niet meer het ritme meegaat.
Je doet je best, het is goed. Ik snijf een rondje over tot ze op het niveau zijn. En dit is nou maar mee. Ja, ja, ja. Hebben ze het door? ik pak wel helemaal achteraan. Ja, met jouw best perceptie. Je weet zeker dat ze het door hebben. Oké. Okay. Maar ze hebben ook zoiets van. Hij werkt ons in ieder geval niet tegen. Dus laat die een beetje aan. Oké, oké. De andere kant op groeien. ik zeg tegen Mitranta, ik zeg. Vroeger, toen je Mitrant hier was. Als ze ooit eens een keer waren we op een schip. Dat was een hele grote trommel. Ten deze. Maar was ik gewoon. Echt? Ja. Oh. Wat? Jij was gewoon. Ja. Dat was ik gewoon. En mijn familie. Nee, dat was het gewoon ik. Die brandier is echt. Het is echt een Waterdeep, jongens. Oh, jij was dat toen al, dat bedoel je. Ja, yeah. Waterdeep, water. Rick, ik kan dat gelijk, ik kan dat als ritual doen. Ik wist niet dat. Wat hebben we ooit nodig? Leer ik D&D spelen. Wat heb ik daarvoor nodig? Nee. A short reed or a piece of straw, zoals deze. Found it. Oké, dus jij begint aan je ritueel. Ja, dat is wat te terug. Op een gegeven moment, het is 8 uur toch, die spreuk? 24. Wow. Dus ik ging een paar mensen voor je nieuw veilig. En nu je spreuk. En je bent dan wel argwaan nog naar het begin, maar dat jij nu dus van. Oh ja, oké, dat valt wel meer als goed is. Maar toch zie je een paar mensen wat minder hard roeien, een beetje meer op koekjesniveau in een keer. En wel denk je van, als het moet, ik heb een zwaartje bij me. Kijk of ze kan drijven. Ja, oké. Dat kan. Oh, en zo gaat het begin van jullie schipreis voort. Ja. Gust of wind. Ik heb mijn onderzoek gedaan. Als het goed is, gaan we daardoor sneller. Althans, een sneller. Ja, want dat is de ratio van die spel. Instantaneous, toch? Up to 1 minute. Oké, okay, dus 1 minuut in ieder geval het bijbeunen. Ja, fair. Dus die mannen, die zie ik langzamer groeien. Die zijn een beetje argwanend worden. Dat heb ik in de gaten en ik probeer een beetje oogcontact met iedereen te maken, zoals je dat... Momentje. Ja. Dus het weet, het is zelfs niet gespannen momenteel. Oh man. Ja, voor je het gaat... Ja, denk, ja, ik dat heeft dus geen zin. Ja, als, de meeste gaan niet roeien en dat tegelijkertijd. Laat maar, dan doe ik hem een andere keer. Oké, okay. Just making sure. Ik hoop wel wanneer het zeil omhoog gaat, dan doe ik het namelijk wel. Ja. Oké. Okay. Dus ook met je Druidcraft kun je ook kijken wat het weer gaat doen de komende tijd. Hè? Dat was ik eerst op het zoeken. Oh ja. Dat was het volgende dat ik wilde doen. Opzoeken wat het weer de komende 24 uur... 24 uur? Ja, de komende 24 uur gaat doen. Wat je in principe meekrijgt is dat de winden dadelijk harder gaan waaien hoe meer je op zee gaat komen. Dus schijnlijk is wat je denkt dat het roeien van het begin is. Om daar aan te kijken om daarmee te kunnen navigeren, mis mogelijk. Okay. Ik deel dit met de kapitein en dat is Moesmoes. Moesha, ja. Okay. Dat deel ik met hem. Snukkie van smash smash. Oké, we zien wel of dat ook echt zo gebeurt dadelijk. Wat krijg ik van jou als het wel gebeurt? Je mag al mee. Maar ga even bedanken. Ik durf... Ik heb niks om mee te wedden. Ik durf te wedden voor... Your dear life. Nee. Voor... Heb je healing potions bij je? Wat? Kennen ze niet. Nee, what? Ik doe mijn best, jongens. Weet je wat? Weet je wat? Boekhulta. Laat maar zitten. Laat maar zitten. Komt goed. Makkelijk. En ja, kijk, ze vecht in en tussen zo'n paar keer dat slecht. Ik word je gewoon compleet in de heren. Als ze omdraait doen. Goed. Kijk die boot. Is dat... we zitten er allemaal op. Is dat mogelijk om dan... plekje te hebben waar jij even uit het zicht bent? Nee. Nee, dat is gewoon... Nee, oké. Okay. Het klinkt echt meer als een vlot dan een boot, hè? Je heeft nooit iemand een vikingboot gezien. Jawel. Ga je serie Vikings kijken, snap je heel goed waar het om gaat. Nee man, die zijn echt niet zo groot. Niet? Nee, het ligt er een beetje aan wat voor bootje. Maar hoe groot zijn ook hoe erg de ligging wordt, want je wil hem licht houden. Ah zo, ja. Ja. Het is geen galleon of zo. Tot die grote kist dat midden zitten, dat is al eigenlijk een stukje extra voor opzoeken. Normaal zit daar ook niet bij. Dat is echt zo'n boot. Oh, zoiets. Ik had echt een veel groter dus je slaapt ook gewoon, er is ook niks. Er is ook bijna niks onder de plank of zo, ja. Nee, dat is echt, als je al wat hebt, is gewoon je eigen vachten. Okay. En eventueel een dekentje op moet staan voor de nacht en hopen tot het veel koud wordt. Dan ga ik geen niet stiekem een spel schoon doen. Oké. Ik dacht ook echt dat het naar de kombuis was. Je kunt het wel in de kerst kruipen. Daar kun je wel spelen.
Somatic components make my day. Ja, maar dan cast er iemand silence op hem. Terwijl jullie reizen, op een gegeven moment ga je laat dieper het water op, zo gezegd, en gaat trekt de wind een stukje op. En dan worden het zeilen aangespannen, wordt juist neergezet. Oh, en ga eens kijken om met te navigeren hoe ze de wind gaan gebruiken om in principe die ontlasting van het roeien te pakken. Hey Oesha. Weet je, het gebeurt dieper op zee. Minder bergen. Oké. Okay. Ja, want stel je voor, je boot knalt er tegenaan. Tegen een ijsberg? Dat ik geen viool heb. Heftig. Wel moeilijk, heb je toch? Ja. Nee, die heb ik ook niet meer. Oh. We hebben wel proficient in mondharmonica. Goed. En je merkt dat nu de schil wat gelatener wordt. Dus zo letten we allemaal op. En vooral over wat Oesham doet. En ook dat hij echt de leiderschapsrol krijgt. Geef eens ook maar van. Gisteren moet die maan gezien. Heb ik gewoon veel gezopen? Of was het gewoon echt iets met die maan? Deze mensen, vriend. Het is een fucking maan. Waarom kijk je daar gewoon zo naar? Ze is kalpers ook bezig met een verhaal over een van de tweetal zeeslangen of zo. En toen iets met groentes. Dus. Die heeft ook een van een raar verhaal verteld. Wie? Zeker het manusje van alles. Wie was dat aan het vertellen? De Skald. Die in slaap gepraat is ook hier. Ah, oh, die bard. Is die mee? Nee. Oh. Goed. Voor de pauze. Jullie hebben de laatste voorbereiding getroffen. Jullie hebben een gegeven moment door echt gewoon gebrek aan dat te vragen bijna de boot gemist. Letterlijk in dit geval. Je ging erop, Oesham heeft schijnbaar de leiding over deze tocht met navigeren. Cookie heeft even geholpen met het proberen om mee te roeien. Kier heeft vooral gekeken van, gaan we slechts weer hebben, ja of nee? En tot dusver werd het winderig, maar niet nadelig. En dat het zo dat iedereen onder water kan ademen, hè? Ja, de water breathing inderdaad. Met een ritual. Met een ritual, je hebt gelijk. En dat slee is being pretty, eigenlijk. Ja. Dat is just a bit. En Mithran daar is achterop gaan zitten. En achter het roer hoopt hij een paar vissen te kunnen vangen. Zeker. Waar de meeste stromen van de boot zitten. Ja. Rick, kom nou. Just say. Nee, niks just say. Als ik aan de voorkant ga, dan zeg jij wanneer je hengel onder de boot gaat. Als ik aan de zijkant ga, zeg je wanneer je hengel helemaal aan de achterkant van het schip zit. Dus dat is geen goede plek, dus ik probeer maar gewoon wat. Fair. Meestal vissen mensen toch als ze stil zitten, niet? I don't know. Altijd. Nee? Oké. Okay. Ik heb instanties gezien waarbij mensen op een varende boot vliegvissen. Jesse is een voorbeeld ervan. Vliegvissen. Ja. Ja, zeker. Dus, zeker als je een stormfish of een shipwrecker wilt vangen, dan... Oh god. Is het alleen een animalcrossing? Nee. Animal Crossing. Daar heb je, dat zijn er echte gebaseerd op echte dieren. Jongen, dit is niet. Jongen. Dit is een fishing tutorial. Oh. Oké. Okay. Nice day to fishing, ain't it? Is dit een snoek? Goed. Terwijl jullie dus aan het filosoferen discussiëren zijn of het daadwerkelijk werkt om aan een riding vessel erachter te zitten met een hengel. One way to find out. De eerste paar uur vermaken jullie wel. Wat doen de wonders daarna? Doorspoelen. Vissen en pijpoken en doorspoelen. Heb je gepoept dan? Ja, doorspoelen, een hoed maken en een schild maken. Tegelijkertijd liefst. Oh, weet je dat zeker? Nee. Want dan gaan die materials echt vernietigd worden. Ik ben fan. Nee. Jammer. Ik vraag of Cookie nog wat bloodgrass had jij nog, hè? Ja, kunnen wij potions maken op de boot? We gaan een beetje herbs swappen. De rol op het disadvantage, want het is niet heel erg... Je hebt niet veel ruimte op de boot, je hebt niet veel gemak op de boot. Oep. Ik heb wel nog untreated bloodgrass. Kan ik die wel dan treaten op de boot? Had ik geen vessel? Ik kan dat doen. Ja, in mijn herbalism kit. Ik kan dat doen met een dagger. Toch? Ja, voor mij heb ik dus gewoon een vijzel in die herbalism kit. Ja, precies. Kan je wel zwaar. Dus jij gaat die even maken om dat allemaal... Ik begin daarmee inderdaad, ja. Goed, oké. Okay. Pas doet hem treaten, ik doe hem tratten. Treat and trat. Heftig. Treat, trat,
Oh boy. Ja, nieuw het nou weer. Oh lord. Ik wil graag een ready action doen, Jack. Voor wat? Geen idee. For whatever comes my way. Heftig. Nee. Smoldering. Water breathing. Yeah. Oh ja, water breathing betekent dat je wel spells onder water kan doen. Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Het is not water talking, my friend. Oeh, water talking. Tok tok. Jullie gaan momenteel verder, als het goed is, richting het, hoe goed zeg je nou, het een beetje naar het zuiden, maar vooral naar het westen toe. Bas checkt dat met zijn kompas, zei Kenji. Ja, cool. En met de kaart. Het zuidwesten zou moeten kloppen, ja. Klopt. Hey. De eerste dag, paar dagen gaat het prima. Je vermaakt je een beetje met het greep maken van je poisons. Dat zijn ze volgens mij bezig met het houden van een rol als fancy girl in de boot. Geef je ook shows? Shows? Somebody come get her! Dus avond, zodat je naar die bal zet, dat iedere dag, iedere avond dezelfde coverband aan het spelen is op zo'n cruise ship. Oké dan. Mag mijn stenen schild stone shippen? Kun je zeker iets proberen? Hoe ga je dat doen? Ik wil graag het spel stone shape gebruiken. Oké, dus geef een pakje rugspakje van die stenen bullet schelpen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Leg je neer, doenk. Je ziet mensen kijken, wat gaat die doen? Ja, en dan ga ik echt gewoon met mijn handen heel voorzichtig, alsof ik een kleine vaas maken ben. Ja. Ga ik hem... Ja, Kevin? Ja, en Kenji komt erachter. Kijk, zegt. Koos. Hé, hey, Mitranta. Zij kan ook speerpunten maken. Wow! Waar hebben we stenen voor nodig? Maar ja, we niet meer. Oh. Maar is het dat op maat? Is een fourth level spelslot voor één pijlpunt? Je hebt 20 dagen. Nee, okay. Maar niet uit. Maar doe maar niet. Toen gaan dood. Ja, ik wil dus mijn, zomaar mijn handen vormen. Ah. Totdat ik een hele fijne, ronde dinges heb. En dan, ja, ik weet niet hoe ik het leer bevestig, maar uiteindelijk lukt het wel na een paar dagen. Oké. Okay. Nou, in principe, je hebt die een paar verschillende stukken van die schubben. In principe leg je ze al in het patroon waar je denkt van, dat lijkt me cool. En jij begint ook met die spreek vorm te geven. En, Kogius de vorige keer bij jou, Genji volgens mij, hè, toen jullie die tafels aan het maken waren. Ja. Nee, jij bent ook mee geweest. Om die stenen ook, nee, ik was de enige die er niet bij was. Ik was ja, zij is mee gewoon in het bos ingegaan om die stenen ook te halen. Ja. Dus jij was erbij. En Mitranta. Nou, ik heb even een stone shape spreuk de eerste keer. Dat was Genji en Cookie, toch? Nee, Mitranta. Dat was een hutje. De eerste keer was het Genji en Cookie. Ja, volgens mij ook. Waar was dat dan? Echt de eerste. In het hutje bij hem, bij Crazy Frog. Toen heb je er eentje gedaan. Nee, want Mitranta heeft jou toch geholpen met Carvo. Dat was de tweede keer. Ja, jullie hebben toen eentje voorgedaan. We hebben tweede keer rekjes gemaakt. Iedereen. Twee keer heb ik inderdaad naampadjes gemaakt. Ja, ja. Maar, eerst wat opvalt is dat het in essentie dezelfde spreuk is, maar de manier waarop is heel anders. Cookie was meer van, if you can imagine it, it can shape. Maar bij jou is het met het woordstuk, het wint zo een beetje slap te hangen en ook je eigen handen worden echt grijs tot wittig. En knoeperhard. Alsof je echt gewoon zelf ook een stuk steen hebt. You are the rock. En nog hoe zit bij gewoon je hand erbij te leggen, begin je gewoon echt te vormen. Echt, dat, ja, die stenen schubben die we echt zo ontzettend veel geleden hebben, waar jullie echt niet erin kwamen, als was door je vingers heen. Cool. Dus je begint echt gewoon te vormen en ook echt die vormen erin te maken. Cookie een beetje jaloers weliswaar, het is wel een keer een stuk soepeler dan jouw spreuk de eerste keer. Het was echt gewoon ook daar die banden inlegt en ook gewoon met de kleine gaten dus ik had gewoon echt daar die stenen pinnen in lijkt te zetten. Mm-hmm. Dus dat gewoon ingegoten geheel met die lederen banden erin. En ja, een paar seconden later. Dus, Oké, een beetje ruw op sommige stukken, maar nu opbruikbaar als schild. Tof. Ik wil meer tijd gaan besteden dat het ook gewoon echt fucking vet schild wordt. Dus volgende dag stootje heb ik eigenlijk ook een coole tekeningen erin zetten en zo van. Ja, weet ik niet. Ik wil eigenlijk wel de schubben zoveel mogelijk schubben laten zijn. Maar wel gewoon een hele mooie gave afgewerkte cirkel. En misschien kun je zo
afbeeldingen maken zo van iedere keer dat je je been hebt verloren. Ja, we zien ze lelijk in emotie, maar ik vind hem hier echt magnificent. What the fuck, man? Nu zo'n 4, dan heb je nog 4 over voor de volgende beer. En dan kun je dat daar weer tussenin 4 zetten. En dan daar dus niet. Dan heb je dan 16 totaal. Ja, nieuw skills. Nou, dat doe ik dus niet. Bitches. Misschien blijft wel door van nieuw goed. Nee, daar heb ik mijn hout voor. Dat doe ik een andere avond. Dus, na 2 weken heb ik een vet schild en een mooie voet. No. Je moet iets in je downtime, toch? Precies. Terwijl je bezig bent met ook het soort van stukje design van hoe ga ik dit zo vet mogelijk maken. En zeg dat je één goed tegen mutanten kan zeggen. Leuk te houden werken voor jou, maar dit is per se fancy en bruikbaar. Terwijl je daar volop mee bezig bent. Even goed om te weten, dat schild is wel redelijk zwaar. Zwaarder dan normaal gesproken met hout. Oké. Je zit hier voornamelijk op 14 LB. Het scheelt dat jij de strength ervoor hebt. Gezien hoe jij de hoogste strength score hebt van alle wanderers. Zeker. Uitzondering van Tony en van... Wat is je strength score? 14. Van Biak, maar... dat zijn twee uitzonderingen, maar van deze wandersgroep... Kdoenk. En... Toegeven, jij hebt toen een keer het Adamantine Shield vastgehad van Cookie, toch? Ik heb het proberen hierin gehad. Ik heb Genji heeft die vastgehad. Ze verschillen niet veel qua gewicht namelijk. Het is echt allebei loeizwaar. Toen ging het over eervol vechten. Ja, toen kreeg je Genji er redelijk gestoept. Dus, jij bent je dag bezig lekker met het schild. Terwijl wel even wat groezemoes op het schip is. Wacht even, wat is mijn AC moet nu toch ook veranderen, mijn schild? Ja, als je hem draagt heb je plus 2 AC. Ik draag hem. Ik wil graag luisteren denk wat er groezemoes wordt. En die een beschermde in hun zee reizen. Wat dat was bij die bakken met die bootjes, zeg maar. Ja, ja, ja. Wat kunnen we offeren aan Vistitia? Dat zou een passend offer voor haar zijn. Ja. Iemand zijn voet. Prachtig stenen schild. Je hebt dus 3 voeten om te verdelen, schijnbaar. Pas! Oh man. Oh, come on. Hoed heeft ook 2 voetjes. Niet lang meer. Het schild die wegpoeft als hij schade krijgt. Ja. Dus voor je de pootje hebt, is hij verdwenen. Nee, dat is inderdaad wel wat groezemoes voor. Ja, wat gaan we offeren? En er is wat, ja, moeten we het ons eten en ontstaan er een soort van vast hier op het schip als bewijsvoering? De heks! Moeten we het vertrouwen in haar hebben door gewoon het extra hout overboord te gooien? Wat? Hoe helpt dat? Wat? Vertrouwen hebben tot zij, of in ieder geval het water ons veilig brengt. Is iets namelijk gewoon een elementaire waterkracht? Geen hem of haar. Het! Klinkt zo vreselijk onaardig. Dat is toch niet echt? Het is water, dus het is geen gedaan. Okay, had een van ons niet nog een beetje like moondrops? Kunnen we dat niet vinden aan het water? Ik heb nog een waterskin met... Moondrip Char. Ik heb 2 waterskins blijkbaar. Eentje met Mead en eentje met... Je hebt ook die van mij. Moon... Want ik heb maar dat is die kleine waterskin die die dwerg kwam toen geven. Ik heb die andere hoor. Oh ja. Jij hebt die van mij ook nog. Maar gaan we... Ik heb er 2. Ik heb die van mij en jou gegeven. Ik weet niet hoe dat nu uitziet, maar dat potentie vervaart wel. Nou ja, weet je... Ik heb een vraag. Wat is nou aan het antwoord al wat... Hoe je offering zou zijn? Nee, ze zijn er aan het discussiëren wat ze willen. Sommigen zeggen we gaan het goed eten weggooien, zodat we vaste en zoende het water eren. Ja, maar een voorspoedige reis. Anderen zeggen we hebben er gekwetst, want we hebben extra bij ons voor het geval dat de zee ons niet goed gezind zou zijn. Dat we nooit mogen denken dat extra hout moet van boord af. Ik zeg, Kira, we kunnen toch gewoon zoveel weggooien als dat jij kunt maken. Ja, maar sorry, ik heb nog nooit van een god gehoord die graag wil dat je eten weggooit. Ja, maar... Ik vind het allemaal prima, maar ik denk dat we eerder gewoon de koers kunnen aanpassen in plaats van bang zijn dat een god iets gaat doen. Voor science, even. Damn it! Nee. Ja! Maar als we de koers take your church and stick it somewhere! Dan komen we en... Dan weet ik waar we doen. Ik ga aan de kant van de Noordfolk staan en ik kijk dit zo. Nee, ik zeg dat niet tegen alle Noordfolk, ik zeg dat tegen jou onder ons. Welke dag is dit? 3, 4. Dag
Oké. Okay. Er zijn een paar challenges die jullie moeten overwinnen voor die boot, toch? Ja, ja. So, Mag ik pas nog iets aan het vragen? Sorry. Ik wil eens weer even het weer weer checken voor de komende 24 uur. Oké. Okay. Rufje, zet je even neer. Volg de wind. En er is zeker weer een storm gaande verderop. Maar is het... Het regent heel hard storm of we gaan allemaal aanstormen? Je hoopt niet de tweede, maar het is wel een duister gevoel. Zonnestralen. Er is geen Piet Paulus maar degene die gewoon in je oor fluistert dat dit wordt het, zou ik maar zeggen. Goed morgen. Cookie, kun jij ons een uitgebreid buffetje voor wie quitantia? Istitia. Maar alleen Charlie of alleen Kira is zo een witch. Ja, maar hoezo? Dat moet ze kunnen. Koken hebben we het over. Koken, ja. Oh, ja. Ja, daarom ben ik dus een vis aan het vangen. Ja. Dan ben je invincible. Heb je al een vest gevangen? Ja, oké. Okay. Dat slaak jij nog ideeën? Nee. Ik zou eerder wat van het eten weggooien als we iets gaan weggooien, dan van het oud. Ja. Ja, dat zou ik ook laat zeggen. Laten we gewoon het eten overboord gooien. We kunnen genoeg maken. Ik heb een vraag. Simpel, kort idee. Als er daadwerkelijk iets bestaat buiten deze wereld wat als god kan worden beschouwd, weet hij toch wel dat wij eten kunnen maken. Dus, als we dan het eten weggooien, denkt zij, oh motherfuckers, jullie gooien die eten weg, maar ik weet gewoon dat jullie meer kunnen maken. Ja. Is het ook niet zo als er een god is dat wij gewoon kennis daarmee moeten maken? Hey man, ken je Otso Metsen? even onder ons vijven, in een hoekje zo. Zo schip niet, maar ja, sure, hallo. Ja, is hun idee om eten niet weg te gooien gewoon een, hoe heet dat als je een smartie pakt in plaats van paracetamol? Placebo. Een placebo. Als zij denken dat zij iets gegeven hebben aan hun god, dan werkt dat mentaal op hun in, waardoor ze beter hun best gaan doen. Terwijl jullie aan het groezemoezen zijn. Ja. Hoe zit het Engels ook alweer? Groezemoes. Groezemoes. Dat zei iets anders, maar oké. Ja, dat moet ik zeggen, dat is heel wat anders. Geef het u, Oesham. Mijn tocht, ik kies hout overboord. We gaan dit redden. Alright. Als iemand het in wil brengen of iets anders wil doen, is nu het moment. Dus keuze. Een stuk hout op te meten zo, en dan doe ik zo naar Oesham. Oh ja, is goed. Ik loop naartoe. Ik zeg maar, is het dan niet handig om misschien wel ook een beetje hout te bewaren? Want stel, als we de storm ingaan en we hebben geen hout en de boot gaat kapot, hebben we wel juist net hout nodig. Dus, waarom heb je geen vertrouwen in Cicia? Ja! Ja! That's slag. Ja, als je iets weg... All on the floor. Oesham, ken je dat met dat ene, schroefje? Schroefje? Dat ene steentje. Dat je al jaren hebt, maar je weet niet waarvan het is. En op een dag besluit je om het weg te gooien. En diezelfde dag kom je erachter dat je het ook nodig had. En dat is wat er kan gebeuren met het hout. Waarom zou ik een steentje bewaren? Ik zeg, Cookie, heb je een mede erop gedronken? Nee, één slokje vandaag. Ik zou een heel klein beetje hout bewaren, wel, voor de zekerheid. En dan doen we wat eten weg in plaats van hout. We kunnen een beetje weg doen, want dat is alsnog een schoffering. Okay. Heb je het beter als gaat dit gebeuren? Laatste poging, jongens. I've got one thing, maar dit is echt een laatste optie, dus ga ik niet doen. Dit is de laatste poging! Ja, doe het! Als goed, Usham namelijk het hout overboord, en dat is de vraag wat er gaat gebeuren. Oké, ik heb misschien een goed idee, misschien iets van zilver, want zilver heeft gewoon heel veel waarde ofzo. Oh, die zilveren ringen! Je zilveren ringen heb je toch niet nodig? Ik wil nu iets horen van iemand wat er tegenin gaat. Ja, dat is niet nodig. Zeg wat je zegt. Zilveren ringen! Nee, maar heel andere ringen. Ja, ik ga niet mijn school of editor van je weggooien. Jawel. Totally random. Dat is het enige van waarde wat ik heb, want de rest is allemaal verbrand. Ja, maar ik dacht echt, ik kom nou... 10 kilo, dat is heel veel meer dan 0 kilo hout. Is dat goed? Je moet de Mage and the Legion mee, of weet dat. Dus we hebben over 4 tot 5 kilo. Nat hout is zwaar. Maar het is nog niet nat.
Mendel zwaar. Plons. Hey, ga dat niet doen. Ik erop, ik ben een visser. Is eigenlijk ooit eruit. Misschien vang ik wat hout. Oké. Okay. Goed. Dan houden ze overboord. En jullie gaan door. Stroom gaat niet weg. Nee, inderdaad. Twee uur later begint de regen. Hij zegt mensen echt... Zie dat we die weg moeten gooien. En Ragedo, Oesham zet een stuk koers weg, tot hij meer richting het noorden gaat beginnen te varen. Hoe? Laatste kaart. Noorden is goed, noorden is goed. Zuiden is goed. Oké. Zuiden is Oman. Ja, dat is goed. Noorden is binnen. Die in ieder geval verder op was, want je zei ergens in het begin. Misschien is het al Owoma. Oh. Ja, er is gewoon een beschrijving van, de fandom die je gewoon kan gebruiken. Daar zijn we toch voor de slechte grapjes. Oh ja! Ik zeg, dan zouden we voor inderdaad, man-vrouw, dan moet dat slecht misschien wel even uitleggen hoe dat allemaal zit. Want Jesse heeft er niks over als dat hij op staat, schijnbaar. Wat super handig is in dit geval. Jullie krijgen net wel een forse regenbui. En geen mensen wel gewoon echt. Is een stukje echt water scheppen uit de boot. Ah, oh, water scheppen uit de boot. Ik heb een emmer! Hoppakee, en jullie lachten me uit. Nu is de vraag, Pieter Antal. Ga je opzetten dat je droge kont knapt of ga je gebruiken om water uit te gooien? Nee, ik ga wel natuurlijk hozen. Oké, wat doet de rest? Het staat voor zich. Nee, ik wacht, dat nog niet zeggen. Het is vanzelfsprekend dat ik iedere ochtend waterproofing doe, hè? Even. Oh, goed te doen. Ja, oké. En. Als het water echt hoog begint te worden, dan geef ik... Hey, je krijgt wel je natte schoenen. Eentje. Laat maar gewoon. Hoe gaan jullie helpen, jongens? Met als een spierpijn in herinneringen. Begint ook met... Daar heb ik geen last meer van. Want... Nee, mis niet meer. Ik probeer zo mee te helpen dat het lijkt dat ik mee had, maar dat ik eigenlijk niet mee had. Nee. Ja, precies. Oh, die. Ja. Ik pak die. Ik doe vooral lijnen zo. Kun je zo mee? Nee, ik blijf gewoon rondkijken. Dat is mijn taak. Ik ben niet zo goed in scheppen. Ik pak die... ik heb een brass brazier die ik voor hoed gebruik te maken. En dan ga ik mee zo mee scheppen zo. Brazzers. Ja, de betere kom, zal ik maar zeggen. Ja, de aardige kom. Ja. Dave, kan je meegaand ook scheppen? Nee. Dat is nee, kan die niet. Ik kan wel doen alsof het mijn meegaand is. Ja, maar dat kan niet. Had je niet zojuist net een heel mooi bolstaand schild gemaakt? Oh, mijn schild! Ik geef iedereen water. Sorry, ik bedoel een heel mooi bolstaande emmer. Die toevallig ook op een schild lijkt. Ik geef iedereen waterwalk. Sowieso. Dus iedereen kan nu op water lopen. Walk on water! Dat. Let's be with you! Dus dat geef ik iedereen. En ik gebruik inderdaad. Heb ik niks anders dan mijn schild om water mee te scheppen? Fucking mooi schild. Pak mijn schild en ik ga ermee water scheppen. Je merkt al meteen dat je een paar minuten bezig bent. Nu ga je weten dat spierpijn is. That's life. Dat is life. Nou, ik heb niks waarmee ik kan scheppen of zo. Kan ik ergens in een of andere kist iets vinden van een emmertje of zo waarmee ik kan scheppen? Gimme vind je wel een paar kommetjes. Let's go! Kommetje in iedere hand en scheppen maar. Oké. Okay. Nice. Ik ook eens even met Disadvantage. Jullie Sky's, zeg maar, performance. Oh, je weet wat ze zeggen, beter een kommende hand dan een boot vol water. Wauw. Inderdaad. Cool of the day. Dus wat moet ik dan... Checken? Gewoon een rol? Performance? Ja. Yeah. Even tot disguise proficiency. Als je niet al in performance proficient bent. Nope. En dan met disadvantage. Ja, het is super nat weer. Je hebt geen plek om je... Okay. 13. 13. Kilowatts. Nee. Magic. Je probeert toch een beetje om de project... Je voelt geen beetje project verzakken. Je weet het gewoon door het water... Een deel van je oppoetserij gaat wegvallen. Dus je bent echt niet continu jezelf aan het draaien en een stukje recht houden. Terwijl je wel de resolutie aan meehelpen bent. En je hoopt echt oprecht dat dit goed genoeg lukt.
Ik wil kijken of ik een dier zie in het water. Momenteel met alle regenval? Nee. Oké. De avond ervoor te blijven regenen. Zelden weer gehad, wordt gegroeid. Op een gegeven moment wordt er echt in etappes geroeid en gerust. Want als ze weten, als we de nacht nu aanpakken, dobberen gaat het niet worden. Wat gaan jullie doen? Ik wil Gust of Wind gebruiken om voor de zeil is net ingehaald. Godsamme. Juist. Ik ga mee roeien. Ik heb toch goede spieren. Alles voor de gains. Yep. Ja, zijn er nog goede spanen beschikbaar? Zat. Ja, ik probeer wel. Ik denk het niet. I'm helping! Let's go! Ik wil mijn Decanter of Endless Water aan Kia geven. En dan zeg ik, kunnen we wel terug? En misschien als je hem aan de achterkant van de boot gebruikt, dat je een beetje zo'n speedboost krijgt de hele tijd. Goed idee. Het is oneindig. Dus ja. Pak jij dat over? Oké. Okay. Ik doe wat hij voorstelde. Jij ging maar achter het roer en daar zit Usham. Is een... Ik moet de boot recht houden. Wil je gewoon zo doen? Je staat met dat... Met je... Graf. Kan ik iets tegen jou zeggen dan? En ik draai me om en ik... de hoop dat het helpt. Oké. Okay. Geyser. Je gaat hier voor naast hem. Een vraagje. Dat item, hè? Ja. Is dat achievement? Weet ik veel, Rick. Volgens mij niet. Let's hope not. Nou, anders doet hij het morgen. Eens even kijken, hoor. De kinderen willen vallen. Hij zegt laden, wifi is slow. Ja, goed. Nee, geen joemen. Hey, geen joemen. Attunement. Ik zeg, oké. Nou, iets met een geyser. Hij zet hem omlaag en hij glipt bijna uit je handen. Gewoon, ja, het is gewoon een andere ongepak van de Norfolk. Als je ze na meteen vast kunnen grijpen aan de zijkant. Een paar pedalen die vallen van de achterkant van het schip af. Mithrandar en Kira liggen momenteel in het water. En de geyser is in het water. Waarom lig ik in het water? Want dat jullie kak gedobbeld hebben. Ik heb 16. Het 16? Ja. Dus dat kak gedobbeld? Ik dacht dat je 6 zei. Nee, ik ook 6. Ja. Nee, sorry, 16. Oké, 16. Jij hebt er 8? Ik heb een 8. 8. 8. Ik kan 6. Je hebt 12. Man. Ja, nou, dan wordt het leuk, dan ga je alle 3 water happen. Want dan kan je 2 laagste pakken. Ja, schijnbaar zijn dat nu dus 3 laagste geworden. Yeah. 3 man tuin af, je hebt de kelder en dat water. Onder water, dus je gaat een beetje zo. Ja, een beetje zoals dat. Die waterjetpacks, een beetje dat idee, ze boven water. Ja, ik ben wel voor de boot natuurlijk, om er weer op te komen. Gewoon vast. Dan ben ik met. Disadvantage is strength check voor jou. Jetpack! Enter is gone! Jetpack! Nee! 17. Bijna niet op idee. Geen mij. Probeer het bij te sturen. Maar het is echt super lastig. Dus je gaat. Onder water ging je echt een stukje diep. Zo, nee, op! Draait je om. En het is een hele slechte vriendin de hele tijd. Het lukt niet om terug de boot te komen. Oké, dan stop ik met water en pak mijn. Weet dat ding ook weer? Je thornwhip. Ja, mijn thornwhip. Oh. En ik thornwhip mezelf de boot op. Goed, okay. Waar gaan? Weet ik veel, een paal. Nee, gewoon die mast voor je. Gewoon... Kijk, gewoon wat dichtbij zijn, dus bij mij is waar die omheen kan. Oké. Eerst moet ik even een letter check voor jou hebben, alsjeblieft. Wie kan er eens wel? 15. Ik weet niet wat er zo, want je weet gewoon, ik ben te ver weg momenteel om dit te pakken. Zeg maar op en neer, het water is op en neer, je komt dichterbij. Op een gegeven moment, ik denk dat ik dichterbij genoeg ben. Huh, thornwhip. En je springt jezelf erop, want je krijgt het schip niet meegetrokken, dus... Bas! Je krijgt wel wat schade. Dat is niet erg. 3 schade totaal. Boven de klap die op het schip, ptaas! En tot je bijna de mast met je hoofd raakt. Oh. En je krijgt die krap. Oh, hij is nog heel. Oh god. Oké. Er zit echt verzoek, dan ga je kijken. What the fuck? Ben jij een dude? daarentegen, wat zijn jullie twee? Hoe ver ben ik van de boot verwijderd? Ja, maar jullie hebben het quarrel ook, hè? Of niet? Oh, ja.
Nee? Nee. Ja, ik heb wel jullie woorden walking gegeven. Oh, klopt. Dat is goed gelopen. Ik loop naar de boot. Dankjewel, Kevin. Staat op. Ik loop naar het schip toe. En zeg maar, wat is dit nou weer? Jij daarentegen wel. Jij bent een verzopen kat nu. Nou, hoe fix je dit op een boot? Hoe fix? Je de andere kant op. Ben eens hier, man. Ik kan ook. Ik wil graag. Ik heb mijn cape ook nog gewoon, zeg maar. En die wil ik graag zo semi uit mijn tas over mijn hoofd gooien. Dat mijn hoofd enigszins bedekt is, maar mijn gezicht nog zo van een beetje net genoeg te zien is. Maar gewoon, ik klim zeg maar de boot op en op dat moment pak ik meteen zo en doe ik hem zo om zo. Terug zit het zo, oh het is zo koud. Oh, en dan blijf ik zo dat ik echt zo alleen met dit soort dingen heb. Mag je wel een deception zeggen, alsjeblieft? Ja, dat moet ik anders. Ja, nice. Hey, ik maak het graag moeilijk. Yes! 6! 25! Oh yes! Ik ben heel. En zie je met even. Ja! Yeah. En geef me zie je ook dat Usham twee man commandeert en ik heb je echt voor die lakens over je ingelegd. En zit gewoon nog meer en zo, hey, lekker warm hier. Echt dikke huilen, dus goed dit. Mocht je bij me gaan zitten, dan ga ik zo tegen hem liggen, zo. Awww. Oh. Ik hou wel mijn handen boven de week, hè. Oké. Okay. Dat is ook buiten. Kijk, zonder handen. Oké, okay, dus je krijgt dat die ene het schip op. Ik ga ook weer roeien. Mag ik een touw aan mezelf vastbinden aan de zijkant? Het is vrij strak. Oh, zoals een waarde spaatlook erin zien om daar je lust. Ja, een soort gordel, dat ik een soort gordel heb, zeg maar. Zeg maar, koekje, je kunt er voor water lopen. Ja, over maar hoe lang? 50 minuten meer. En de vraag is, wil je het vlieglijst elke keer hebben? Nee. Dus. Toegeven wel, sinds je nu vorige schip encounter, had ik zieken dit eerder verwacht. Ja. Dat waren we weer vergeten. Ik heb dat bij de vorige wel gedaan, maar nu ben ik het vergeten. Oh. Kan gebeuren. Dat is nog erger. Ja, eigenlijk. Maar helaas, door de hele nacht heen blijft deze regen, die storm blijft waaien. Dus met heel veel tegenwind en heel veel tegendruk van het water wordt er geroeid. Jij daarentegen wordt vrijgesteld van alles. Waarom? Dat je zo goed aan het stellen bent. En ik ook goed bij weg eigenlijk. Goed. Ik wil wel nog eventjes een constitution check van Cookie. Vanwege nog het meeroeien en in ieder geval het meewerken aan het... 18. Het is een gebroken nacht voor iedereen. Maar je komt wel het beste weg. Ze hebben ook vanwege met het roeien mee, met de gordel mee. En je merkt wat dat je aanziet hier wel eens van... Fair. Tot een gegeven moment, in einde van het licht, kreeg je als eerste echt van... Bedankt. Yes! Van die beren van kerels die erbij zit. Dank je. Mijn back. Dank je. Ik zit nog steeds achter zo. Met zijn dik aan. Ik ben gewoon weer hetzelfde in de nos net. Alleen heb ik me nu ergens aan vastgebonden. Rob. Ik probeer een paar keer die zetten mee te geven. En dan geven ze iets van. Ik zeg wat je wilt. Heksen zijn wel handig. En dat wordt wel op zich na de regenbuien, na het als er een beetje rustig wordt. Die dag daarna is ook het redelijk rustig. Je hebt wel een dag vertraging opgelopen nou. Want iedereen is een beetje zich bij aan het komen van die helse nacht. Even zorgt alles droog is. Alle water eruit gaat. Kijk of er nergens wat misgegaan is. En jullie gaan weer verder op pad. Dus iets aan Noord afgeweken. En Oma is momenteel bezig. Of Usham is weer bezig om het terug te draaien. Ik ben echt door al jullie extra namen helemaal normaal. Gewoon Usham hoor. We did it, guys! Dat was wel, ja. We did it! Yeah! En ik wil het weer checken voor de komende 24 uur, alsjeblieft. En ik wil water walking and water breathing casten. Zijn alle constellation of valt daar wel mee? I do not know, my friend. I shall check now. Dank je. Water walking! Best friend of your friend! Walk on water! Volgens mij is die king concentration staan, toch? Nee. Steentje is concentration. Nee, ook niet. Nee. Allebei niet. Concentration. Concentration. Perfect. Wat een steentje bij jou. Jullie gaan verder. Doet het weer. En het weer lijkt even rustig te zijn. Wel harde winden. Ben je laatste verkeerde kant op. Goeie fan. Ik vertel dit aan een oesmoes. Ik heb even het weer gecheckt.
Vandaag geen storm, maar wel veel harde winden de verkeerde kant op. Dat heb je hier gecheckt. Endless water. Ik sta weer af. Hoeveel water is het eigenlijk, hè? Endless. Oh. It's in the name. Was dat echt een vraag? Ik denk het wel. Oké. Gewoon. Dus jij gaat er achteraan zitten en zegt van mensen, wat ga je godsop doen? Ik zeg niks, ik ga gewoon aan de slag. Je bedoelt, even een check voor een paar mensen weer. Vooral voor de mensen die gisteren gevallen zijn namelijk. YouTube. Ik zit vast. Ja, jij bent begraven onder dekens, dus. Dex check? Ja. 16. 13. Nu met een beetje waarschuwing en een beter overzicht. Schiet naar voren toe. Op een gegeven moment ziet de paviljoen nog eens. Kort wel even, het peddel omhoog. Voelt dat zo tegen mijn midden. En die gaan een stukje naar voren toe. En op zich, dat was spoedig de reis wel, die dag. Maar ik had altijd de ondanks de naam. Dit is een overuse van een magic item. Misschien is wel, speelt hij wel wat minder steeds. Ja, echt. Dus ik zet hem weer uit en ik loop. Het is heel warm. Gedurende de dag loop ik naar Mithran, dier. Daar. Dier is dood. Echt, zo'n brain fart. Jij hebt je vooral dood gekend. Ja, precies. Nee. Dat is niet. De verhaal. Ik ga naar mijn Matty Mith. En ik zeg tegen hem. Mie. Ik zeg, hey, de decanter is leeg. Wat? Wat? Oh. Dat is simpelus. Ja. Hij voelt een beetje warm. Stop met mijn. Hang hem aan mijn riem. Zo'n decanter. Misschien je morgen weer proberen? Nee. Maar hij werkte wel heel goed. We hebben volgens mij de dag hebben we wel ingehaald. Ja, misschien weer in een storm. Ga ik erover nadenken. Maar voor nu. Het is het enige magic item wat het nog doet van mij. Ja. Het is allemaal kapot. Ik denk dat het enige magic item van onze hele groep is. Of groot gans. Ja. Hoe gaat het met vissen? Niet meer aan toegekomen, ik ben alleen maar aan het roeien. Lekker bezig, man. Je ziet de schouders hangen. Het is wel net als cookie trouwens. Het is echt. Spierpijn en pudding. Ja. Het is wel fijn dat steeds twee spelcasters met weinig strength wel steeds de spierballen op zich nemen. Bizar, hè? Moet men voldaan. En dan nog, ja, terwijl Kira toch de meeste strength heeft. A for effort. Maar een doen heel oma. Is er een kraaiennest op de schip? Ben je aan het zeiken vanavond? Ja. Ben je aan het zeiken? Ik herhaal gewoon dingen die er zijn gezegd. Op een iets wat... Er zijn andere dingen die jullie willen doen, momenteel. Vissen. Fair. Dus op die vrije dag heb je al een visje gemaakt. Wow. Hoe is die? Is het een snook? Ik wil graag naar Deadslag lopen. Ik zeg, hey, is dit een snook? Volgens mij is het geen snook. Maar volgens mij is het een snook. Is het een snook? Het zou een baby snoek kunnen zijn. Geen moment, ik kom. Hoe zou je naar je toe? Ja, het is een visje. Goed bij de rest van de voorraden, maar laat het doen. En dan ga je een beetje tussen jullie twee instaan zo. Oei! Een Jerry! Een Jerry! Een Jerry! Van 700 jaar oud! Ja, jongens! Nou, je harassment spel. Fireball! Of een beetje aan het gooien met de rest van de voorraad. Ik ga door met vissen. Ik wil graag met de persoon nog staat en nog gaan praten. Over. Zijn leven. Waarschijnlijk praat hij daar graag over. Dus ik wil hem vragen wat hij zoal gedaan heeft in zijn leven. Wat hij nog wil doen in zijn leven. Wat zijn doelen zijn. Wat hij op hoopt. Welke vangst dat hij hoopt te halen op het eiland. Pak je een precision check voor me, alsjeblieft. Dit is de hele toevoegende filler. Ik hoop dat ik jou ook aan de wang heb, zegt hij net in. Oeh. Persuasion? Ja. 11. Smells of the fishy. Geen moment opgedroogd en even je snel jezelf gefascineerd onder die hulde van dekens. Ga je dat gesprek aan. Hij wordt continu wel een beetje aangetrokken door wat hij nog moet doen op het schip. Zijn zijnde. Maar hij is ook te trots om jou dat te zeggen of dat te laten vallen daardoor. Vooral nu jij die interesse in hem toont. In het kort, zijn verhaal is in principe dat hij... eigenlijk de doel heeft om stamouders te worden in die stam waar jullie waren. Want dat wordt er niet op bloedlijn gedaan, maar simpelweg door een
wie zich het beste heeft bewezen. Daarom ook, hij wil de grootste Bathsheer Lycanthrope vinden, het liefst eentje groter dan de mast, en dat de kop van wie naar huis nemen. Yeah. Als hij dat vertelt, wil ik hem zeggen, nou, ik heb verhalen gehoord van lycanthropes die zwart bloed zouden moeten hebben. En die zouden sterker moeten zijn dan welke andere ook daar op het eiland. Dan is dat degene die ik kapot ga maken. Noordoosten kooi die punt. Lekker man, lekker man. Ik zeg nog wat dapper. Even slijmen. Ja. Mijn held. My hero. Somebody can get her. En ik vraag hem. Ik wil ook nog vragen. Of de mannen die nou op de boot, of die puur zijn vervoer zijn, of dat die met hem meegaan. Op jacht. In principe gaan ze mee. Maar zodra dat er een strijd losbarst, zorgen zij er vooral voor dat iemand de kans heeft om zich te bewijzen. En enkele van ze zelfs ook wat hoger in rang, zal ik maar zeggen. Krijgsmeesters in die trend. Mm-hmm. Die wat hem ook daadwerkelijk gaan beoordelen op zijn moed, op zijn kracht, op zijn kunnen. Zo. Cool. Dus eerst maar die vissen, als hij te vissen in een dagje verleidelijk. Mm. Ja. En dat zonder hengel, hè? Ik wou zeggen, wat als er wat vissen. Ik zeg, en dat zonder hengel. Maar heb jij een vis gehad? Helaas. Terwijl een arme jonge man wordt aangeleid. Heb je toch een hengel nodig? Arme jonge man. Ik wil als ik sterk ben. Hoop je. Goed. De tocht gaat door. Het zijn meer wat jullie willen doen. Are we there yet? Nee. Ik wilde dat net doen. Even een throwback naar 15 jaar geleden of zo. Oh ja. Nee. So. Nee, gewoon op de uitkijk staan. Proberen prikkels te krijgen van het water. Body won't stop me. Ja. Oké. Jullie gaan verder. En je houdt elke dag een beetje het weer in de gaten. Je bent waterwalking bezig, water breathing bezig. Die waterwalking, op welke manier ga je die doen? Want dat is minstens een uur, toch? Of ga je al je spels erin jagen? Nee, ik ga dat kan ik ook als ritual doen. Ik ben ook langs het eiland Oman. Hmm. En vooral de nacht is er een lichtgevende gloed om het eiland. Jesus. Het eiland, naar het eiland. En eigenlijk wil ik eventjes een religion check hebben. Van de hele party. Oeh, hele party. Religion check van een 8-jarig meisje. Nou. 14 plus 0 is 14. 24. Oh man. 21. 19. 16. Oh. Ja, dat is niks erbij, niks eraf. Je hebt allemaal een beetje een gek gevoel, maar echt naartoe getrokken voor een deel. Al dat is qua aandacht, niet fysiek met de boot. Ja, dat niet. Maar je krijgt wel een bekend gevoel die niet heel erg prettig voelt. Jullie drie daarentegen zien ook wat daar, of jullie voelen er wat. En dat is niet één Fomorian. Geen twee. Geen 10. Oh man, had ik deze Fomorian raad al vorige keer? AXP. 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 Dankjewel. Ik was net mee. Jullie krijgen echt een visioenschede, maar je krijgt al beelden erbij. En we hebben die ene misvormde, maar dit zijn allemaal anders misvormde schepsels. En ze lijken rusteloos. Niet zo agressief als die vorige, die wordt echt met een zeker doel ding aan het doen was, maar echt rusten ook tegen elkaar, met elkaar. En wel denk je op een gegeven moment enkele lichtblauwe plekken te zien. Even heel kort maar. En zijn heel zwak ook maar. Op de Fomorians of naast de Fomorians? Nee, op het eiland Oman. Oh shit. Maar niet op de Fomorians? Nee. Oké. Okay. Wel gegeven moment de Fomorians erbij zijn, er naartoe getrokken lijken te worden, en er boos van worden. Oh. Sucks.
Onward. The world has changed. Deze lichtblauwe plekken lijken een beetje op een soort van oasestukje, zullen we maar zeggen. Alleen niet in een woestijn weliswaar, maar in een open plek in een bos. Een beetje een paar stenen die op elkaar liggen waar heel langzaam wat water vanaf druppelt. Maar het druppelt heel sporadisch, zeg maar. Het is gewoon een wizard. Een wizard die daar constant precedentation aan doet. Okay. Het is een hele onrustige nacht voor de rest. Kijk, je maakt het heel aantrekkelijk voor ons. Dan moet ik... I know. Maar toch gaan we niet doen. Nope. Kijk, niet zeg, nog niet. Oh, niet. Zullen we even kijken daar of zo? Is goed, bye! Het scheelt wel de gewicht. Oh, wat een goed schip! Ik heb net gezegd dat het gewicht nodig is. Nou ja, laten we er vooral langs varen, denk ik. Oh, A. B. Ja, we zitten eigenlijk wel op een goede koers dan. En toen... Oman is... Jullie slapen je avond allemaal erg onrustig. Het geldt ook voor iedereen in principe. Je merkt echt dat sommige rusters met die botten dice beginnen te spelen. Ik wil wel proberen in de gaten te houden dat niemand iets heel raars gaat doen. Oké. Okay. Als iemand zich er echt tot aangetrokken voelt en het schip gewoon zo... Dan hebben we een probleem. Hoe reageren de bewoners eigenlijk op dat eiland? Ze zijn wel rusteloos, merken jullie. Er is niet iemand die met verliefde ogen naar het eiland staat ofzo. Jawel, tot Usham die kijkt iets meer van oplettend en een beetje wary, zal ik maar zeggen. Houdt hij wel in de gaten, maar dat zal ook wel deel zijn taak zijn als leider, kapitein van dit gezelschap. En hebben zij het onderling daarover, de bemanning zeg maar? Wat het over... Als je nacht opendaat als zin, zie je wel een paar mensen van echt, ik haat het eiland altijd. Ik zeg tegen Usham, ja, wat is het eigenlijk? Geen flauw idee, maar het is goed en ik weet zeker dat ik daarmee kan bewijzen. Wat, nog een keer? Dat ik me ook daarmee kan bewijzen. Nou, not today, Satan! Dit verhaal! Er was ooit eens een keer eentje. Nou ja, laten we vooral richting... Wat was die ene dan? Laten we dan onze verhalen vertellen. Ik heb veel alcohol gedronken, zeg ik. Zeg, laten we gewoon vooral... Kentje merkte weer dat ze straks naartoe was aan het praten. Heb je het allemaal meegemaakt al een keer? Hey, wat is dat daar? Hey, roeien! Landen zeg! Je zit er ook bij, hè? Want ja, Usha blijft redelijk bij jou in de buurt. Vertel meer erover. Oh, ik had echt wel zo'n mute character, hè? Next character development. Ik zeg proberen, ja, probeer. Ja. Wat moet ik proberen? Ik weet het niet goed. Ik zei oké, okay, we ooit eens een keer zijn we zo eentje tegengekomen en zijn we heel hard van weggegaan. Wat je ook zegt, dat is niet het goede. Nee, maar niet uit, dus... daarom. Ja. Maar bloed het? Ik wil er... Nee, zeker niet. Alles behalve. Dus even check. Het verdween. Zo. Ja, bloedde wel. Dat is ook nog de waarheid. Nee, het bloedde wel. Godverdammese hoeren. Kutdolle steken. Nee. Ik heb een 3. Je zegt, nee, het bloedde niet. Dus je kan wel dood. Nee, want het teleporteerde net voordat het dood ging. Het kan dus gewoon zo verdwijnen. Killstealer. Maar ik voel dat er meer zitten, wellicht ook zou ik gewoon gedaan krijgen. Nee, ik geloof nee. Mij helemaal, ga dan niet. Nee. Ja, je eigen dood. Dat slag. Nee. Ik zeg... Dat is pipi. Zelfs... Wat een pipi. Gewoon een pipi. Big pipi. Zelfs voor zo'n sterke krijger als jij, denk ik dat dit te ver gaat. Nogmaals, we kunnen niks goed zeggen op dit moment. Maar ja. Precies een check. Kom, 3. Pipi gang. 7. Oh. Wat deed hij nog alweer bij mij toen ik aan het praten was? Oh ja. Dat was hij nou nogal een duur gast. Was er vroeger bezig op mijn tweede kant te gaan. Precies, ik heb mijn roeispaan inderdaad. En ik ben hier. Ik doe gewoon. Ik wil er een nal op maken. Ja, ja. Goed. Schijnbaar heeft Usham dus zijn zin gezet daarop. De dag gaat er even door, wat ga je doen? Wacht, hij gaat echt daar naartoe of wat?
Hij lijkt, vooral met jouw verhaal, er heel erg interessant. Hij al nog. Chop zijn nagel op, joh. Nee. Chop us en echt direct nadat ik met iedereen heb overlegd. Chop us nee. Duurt toch maar een uur? Ja, ik kan het echt. Zeker, doe die shit. Kom op, man, we had ik niet naar het einde. Nee, hij is er niet die kant op het gaan. Oké. Dat slaat ook niet. Dat slecht, doe even je. Doe even je. Flash hem! Ja, doe boeflash. Geef hem een mooie moondrop. Ja, dan blijft sowieso iemand wakker. Ja, met een candy. Met een dagger! Vertrouw je shit voor geen reden. Je hebt echt geen kans dat we dan. Ja, ik was aan het denken, misschien kunnen we vertellen over Otso Metsa, dat hij dat tegengestreden heeft. Maar denk, ja, misschien ook niet. Nee, die was haat die shit. Heeft iemand iets glimmends? Hij is niet aan het lichaam. Look at Shiny! Ook even spiegel houden van zichzelf natuurlijk. Gaat Usham zelf ergens liggen slapen? En Geer pakt hij wel eens een rust. Spoony Woony. Met? Is hij de Big Spoon of Little Spoon? Fair. Big Spoon of Little Spoon? Wie had er voor spoon? Ik ga gewoon bij me leggen. Wat gewoon zo. Die ligt gewoon op de grond op het schip. Dus er is, als je gaat slapen en er is ruimte, moet je extra liggen. Dus het is niet zo gek. Kuisheidsoorlog. Wat? Kuisheidsoorlog. Ja, ik ga gewoon naast me leggen. Oké. De whisper song. Heeft hij een bevel naar iemand gegeven van welke kant ze al moesten? Het is ook nacht, dus er is niet genoeg te navigeren. Oké, mooi. Is er. Maar vanaf voor ochtend aanbreken, dus nu goed overleggen, is dit het moment? Ik wil wel. Zullen wij dan. Ik wil wel de wacht houden s'nachts met iemand. Nee, je hoeft maar 4 uur te slapen. Dus als je met Myth gewoon niet af is. Of ja, is goed. Gewoon dan houden wij de wacht en vertrouwen brengen we thuis aan. Ik. Vijf wat? 5,5 toch laat. Rick, heb je het niet? Het is nu in de nacht ergens. Hoe? Wat? Oh. Doe het. Doe het. Go suck the Just do it. Nieuw characters doen het niet. Be in charge. Wie van jullie houdt wacht? Toodle Sausage Fest. Wie houdt wacht? Wij twee. Jullie twee. Ik blijf zo'n beste duur ook eigenlijk wakker, joh. Kijken. Ik wil graag dat jullie mij op tijd wakker maken. Wat is op tijd? Dat ik eigenlijk iets eerder dan Usham wakker ben. Zeg maar rond morningwood tijd, zeg maar. Oké dan. Net ervoor. Oké. Net voor het tentje. Ja, ik wil heel goed uitkijken naar het tentfeest. Oké, dus Mithal doet de eerste wacht. Denkt, gelukkig hoef ik dit niet te checken. Kom maar. Is er een groepje... groepje mannen die You're like, I want my own sausage. Come here, sailors. Seamen. Mannen die pissig op oesh zijn en een beetje het roddelen zijn. En... maak eens een perception check met je charisma woorden, alsjeblieft. In plaats van je oesh woesh. Mij is meteen even woesh woesh en woesh woesh. Ik heb even zitten op woesh woesh. Oh, is het een 4? Je hebt niet het gevoel dat je genoeg uit. Sommigen zijn ook echt gewoon moe en zijn gewoon klaar voor vanavond. Denken van ja, we zien morgen wel. Dus je krijgt daar niet zo wat je gehoopt had. Is er iemand die ik de afgelopen dagen heb gezien die interesse toonde als toen dat schilder maken was of mijn voet aan het maken was? Niet specifiek. Maar gewoon wel een stukje interesse. Oh, dat is een doen. Affair. Okay. Maar die cookie heeft boner watch. Ja, Border Watch. En hoeverre was hij... En hoeverre kreeg ik het idee dat hij, dat hij serieus vannacht of morgen naar Oman wil? Ja, je bent er bang voor. Je proeft wat. You can feel it in the water. Je bent donkerbruin vermoeden. You can feel it in the air. Kom goed in de gaten vanaf. We zijn ook met 12 mensen op deze boot. Mm-hmm. Maar de boot is best wel vol. Oké. Oh god. Goed. Wie gaat zwemmen? Cookie het was niet maand dat Cookie op tijd dat slecht had gemaakt. Ja. Je bent echt toch. Je ziet eerst een beetje licht komen. Dan word je wakker door Cookie. Zo over de berg, over de tent heen. Maar dan komt de zon op. Hallo. Morning has broken. Ik blijf liggen. Ik blijf liggen wachten tot Usham wakker wordt.
Er staan ook vier mensen om je. Jullie moeten wel weg, zeg maar. Ik wil natuurlijk weg. Wij staan zo. Ik wil natuurlijk weg. De perception van deze kant van de tafel is er niet eens. Ik ga wissen. Ja, ik vertrouw Deadslag. Daar is nog van. Je moet stemmen met rust laten. Het moet gewoon kunnen. Ik ga hem hier construeren. En je weet gewoon achter. Je weet gewoon dat er. Zijn het giechelijzen en eten. Ik vertrouw Slay volledig. Maar je weet ook dat Genji stealthy en speak is. En dat de ogen van die twee echt gespitst zijn naar een bepaalde hoek van het schip. Precies, als ik niet al puntenwoordjes had. Ja, denk ik niet wel. Goed. Geef Usha maar wat zich op te... langzaam op te staan eigenlijk. Nou. Nu komt hier we go. Komt-ie. Komt-ie nu al? Ik En ergens, we hebben een keer een stukje gehad waar Injustice karakter een half voor post 2 ingehuurd heeft. Oh ja, dat weet ik nog. Dat is het thema voor, maar ik weet wel, het is al fijn dat jullie er nu scherp prettig bij voelen. Het was heel awkward en iedereen is dus van, wat gaat er gebeuren? Oh nee, we zijn niet awkward op dit moment. Nou, toen wel. Ja, ik had een podcast opgezet van, toen was iedereen stil. Zelfs de camera was stil in de kamer, was fantastisch. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe awkward dit nu gaat worden. Ja, daarom, daarom ben ik nu hyped. Nog één aanvulling. Doe dit in belangrijf alsjeblieft. Ja. Dank je woorden. Ik heb wel de fouten geluisterd. Doe dit in belang van de groep, hè? Ja. Oh. Ik wil graag zo zeg tegen hem, goedemorgen, heb je lekker geslapen? Zo beter dan de regen. Ik zeg, kom blijf maar even lekker liggen. En ik ga zo op één arm zitten zo. En ik vraag hem, of ik zeg hem, ik heb iets gedroomd vannacht. En ik wil graag op dat moment... Want wij liggen met in een tentje toch op die bodemsuit. Nee, we liggen gewoon op het bodem. Oké, dan wil ik graag... Je bij doet de kleren. Dan wil ik graag... Al die andere mannen liggen echt aan de bak. Ja, doe het maar fluisteren. Ik wil graag mijn thaumaturgy gebruiken. Oh god. Om mijn haar zo te laten wapperen. Handspot. Zodat ik er extra kraan... Zo zou wat hè? Zo zou briesen. Zo zou briesen, precies. Dat ik extra kraan laat zien. En ik zeg, ik heb vannacht iets fantastisch gedroomd. Ik zeg, ik droomde dat jij die zwart bloed shapeshifter, hoe heet dat woord nou? Shapeshifter, ja. Lycanthrope, overwonnen had en bovenop zijn lijk met zijn hoofd omhoog stond en iedereen applaudisseren voor jou. Kijk, dat moet een goed voorteken zijn. Ondanks al een wacht, applaus. Dan mag je even een procent checken. Heel duidelijk. Drie mensen een 13-jarige die helemaal stuk gaat. Wat zei jij? Wat? Niet plan B, maar plan P. Wow. Someone had to why. Nee, geen druppel. Oké, sorry Jesse, ik heb wel veel met plan B. Plotness. Benen? Boner. Okay. Een 10. 17, sorry. 17? Ja. Oh my god. Wat is je spel deze? Oh my god. 14. Nee. Het doet niks. Oké, ja, dan probeer ik hiermee gewoon dat ik hem overhaal. Dan mag je een precision check voor maken als laatste strohalm. Come on, man. Natural one. Oeh. 16. Oeh. Oeh, pisse kijk. Oeh, pisse boven. Oeh, pisse boven. Hoeveel zei je? 16. 16. Hij kijkt een keer naar het eiland. Laten we werken aan een tweede visioen, zegt hij. En hij staat op. En hij begint weer bevelen uit te delen. En die gaan verder op het water. Naar? Okay. Ja, we gaan werken aan een tweede verzoen. Ja. Dus hij wil deze keuze niet maken dan, of wat? Nee, hij wil toch nog doorgaan totdat een tweede verzoen komt. Hij wordt gegroeid, wat doen jullie? Hij wordt gegroeid naar? Gegroeid. In principe met water er verder op. Ja, maar richting Oman of niet? Ja, nou, als ze net beginnen is het moeilijk om in de positie te pakken, maar als je in de gaten wel vandaag kan dat.
Ik wil wel in de gaten houden dat we niet naar naartoe gaan, ja. Oké, dat is een koekje, hoor, het rest. Kan ik samen met iemand aan een goede spaan zetten? De spaan is er niet zo heel erg groot voor. Of dicht, in ieder geval tussen de werkmannen in. Ik wil een whisper-campaign starten. Oeh. Heftig. Je kunt in principe gewoon de voorkant erbij zetten, sure. Ik ga gewoon tussen de... Tussen de huh? Ik van, jongens, ik het prima, laat de rest gewoon achter zitten. Ja. Oké, fair. Wat is je plan? Voor nu even goeie. Hoe heet die goede zeeuwer? Kenji. Ik haal mijn dagger eruit. En ik ga jullie even kijken hoe scherp die is. Een beetje zo met mijn... Een beetje voelen willen. Pak nog een dagger en ga ik er langs. Oké, okay. Michanta. Ga even naar... Ik moet even... Oké, okay. Ga maar even door. Jesse, wat doet ze... Slay in disguise vandaag. Met dat hele vage antwoord van Oesam. Ja. Tja, wat doe ik ermee? Wat is hij nu aan het doen? Hij zit in principe aan het roer. Hij is aan het kijken naar boven toe om ze te kunnen navigeren met de. Dit is Ik vraag hem gewoon. Ik vraag eigenlijk zo nadat iedereen wakker is en bezig is. Vraag ik hem. Trouwens, ik zag jou toen op het strand was je aan het trainen. Zou je me net ook een paar moves kunnen leren? En geeft hij op een schip met hoe vol het is? Zeg, dan moet je op water vast de wand. Zeg maar dan, als je me dat nu kunt leren, kan ik jou misschien ook een paar moves leren. Yes. Dumpernickel. Je wou een percentage check maken, maar het is vantage, want het is wel echt zo. Je hebt niet genoeg plek op het schip om wat te oefenen. Oh, ik hoef alleen maar dit te doen. Natural one! Gelukkig was het net niet, het was nog veel erger geweest. Ja, dat wel. Wat heb je dit dan? Oh ja. Vier. Zeg, je zult toch gewoon moeten wachten. En daarna ga ik gerust op weg. Oké. Oh ja. Rubby, rubby. Hoe lang denk je dat het nog duurt? Dat we dat ietsje storm gaan? We hebben een beetje vertraging opgelopen, maar ik hoop een stuk in te halen als het weer zo blijft. Wat Kira weet, blijven we zo. Weer zo. Ja, oké. Oké. Okay. Catch you. Fijn. Goed, Mitranta. Zolang we niet richting Oman gaan, blijf ik vissen. En als je wel, dan trekt, want je weet het gewoon dit vandaag niet. Ja, daarom blijf ik vissen. Oké. Okay. Zolang er iets verandert aan de koers, dan hebben we een plan. Maar zolang het nog niet gebeurt... Verandert de koers niet zo langzaam dat we het niet zien totdat het te laat is? Maar ziet Slay dat ook niet, aangezien zijn ervaring als... Jesse, wat voor commando schat hij eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. In principe, gewoon roeien of het zeilen trekken, want hij doet zelf navigeren via de staathoek. En welke kant zou de staathoek doen? In principe, richting, globaal gezien, de kant waar je naartoe moet gaan waren richting het oosten, westen, sorry. Okay. Wil ik graag daarop focussen, dat dat niet verandert. Ja, maar je hebt geen oriëntatiepunt. Misschien een fireball. Je hebt het eiland als oriëntatiepunt, dat ligt in het zuiden, toch? Zuidelijk, oostelijk richting van jullie, ja. Je hebt hier het eiland liggen, jullie zijn hier en daar is Moray. Ja. Dus of je zo gaan of zo gaan, is. Ja, dat is geen speedboot, dat is geen scherp bocht in. Ja, dat klopt. Ik zeg, Cookie, hou je kompas in de gaten. Dus van A73A2, oh, dat merk je, ja, maar dit gaten, is subtiel. Oké. Okay. Vooral gezien, geen van jullie volgens mij echt een sailor background heeft, toch? Nee. Nee. Oké, okay, dan bewaar ik dit voor een volgende dag. Okay. Nu doe ik nog niks. Maar gaan we dus richting Oman? Nee, dat weten we nog steeds niet. Ik hoop dat het een gaat voor mij. Ja, maar okay. Ik ben heel dag voor iedereen even. Want dit merk je niet meteen, want het is echt een hele langzame curve. Sorry, ik was met slijsnamen bezig. Maar kom. Ik kwam al verder bezig met mijn ei. Met je ei? Met de core ei.
Of ik ga niet warm houden. Oké. Dit is Joodje. Dat denk je meer mensen. En dat is meteen een goede connectie met het. Met jouw. Als ik hem dan een beetje zo hoor, dan fuck her. Ik weet ook niet waar ze dat ei vandaan heeft gehaald. Bla 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 bla. Wordt het bij jou goed of niet? Ja, ik ben niet moedig. Je staat er zo een beetje op, maak een percentage check voor me. Kom op. Nu is het moment om heel cool te zijn. De kans dat ik onder een 5 vind is goed. Perception? Nu is het moment. 10. Wat wil ik dan? Oké. Je bent aan de dag en je bent een beetje met ze aan het... Mopperen. Ja, een beetje dat met alle respect, bouwvakkers onderling zal ik maar zeggen, lekker hoe we samen anderen afzeiken om... Even de groep van bonding te creëren. Dus eentje klaagt op een vis, klaagt je mee. Weet je, alles erop eraan. Ik heb een keer misselijk gehoord van zeebaas. Ik snap dat echt wel. Echt gewoon over meen babbelen. Gewoon om het sociale glijmiddel te zijn, zal ik maar zeggen. Om iedereen te komen. Wat ik dat echte leven niet kan, kan ik nu heel goed. Daar is roleplay voor. En ik probeer zelf het gesprek na echt een paar uur te sturen op dat eiland. Oh nee, die zwartbloedige. Om eens te peilen of zij ook graag naar dat eiland willen of eigenlijk een kut idee vinden. Je ziet Morian waar we mee gevochten hebben, dat hij niet bloedde en dat hij verdween en dat wij... Hij bloedde wel. Ja, maar ik ga liegen. Oh, deception check. Ik hou hetzelfde leugen aan als wat ik Genji hoorde vertellen. Oh, dat mooie halve vrouw weer niks in had, dat is fijn. Wat hè? Dat mooie halve vrouw weer niks in had, dat is fijn. Consistency is key. 8. Okay. Ja, oké, okay, misschien bedoel ik die wel een beetje, maar in ieder geval, wij kregen hem niet weg. En dat eiland zit vol met die dingen. Houd het dan niet nu al op? Misschien overstap ik, hè. Ik was ook niet overtuigd, ik wil alleen het zaadje geplant hebben dat het een heel slecht idee is. En dan, weet je wat, jongens, we zien het wel. Ik ga verder met roeien. Oké, okay, de dag gevorderd gestaag. En ik hoek het tot je opluchting. Blijkt dat jullie nog steeds naar Moria gaan, niet Oman. Oh, yes. Halleluja. Oh, man. Good news, everyone. Het is niet de laatste voor de scherpe U-bocht. Maar, so far, so good. Woe. De reis gaat voort. Weer blijft rustig, in ieder geval niks dat jullie niet aan kunnen, waar niks geks mee gebeurt. Je hebt je cover, is the wind prepared. Wat zijn er andere dingen wie jullie willen helpen? We hebben daar een stukje als ze rustig gaan vissen, wat nog? Gewoon all day things. Ja, misschien met eten klaarmaken, zoiets. Ja. Ik wil mijn nieuwe zeematties bevrienden. Mag ik verder met je precision check speed? Oké. Om gewoon een continual effort te maken om ze bevriend te houden met die gekke heks die wat wel even zo voor de winter voorwaarden. Ja, dat is weer een 8. I put a spell on you. Ik denk dat ik hele goede vrienden aan het maken ben. Nou, Matties. Echt boos. Een gegeven moment heb je al zo dat er eentje gegeven zegt... We moeten hier weer even op een... even helpen. En een gegeven moment zie je hem even in de luiken duiken. Nee! En hier zie je hem met een paar waterskins terugkomen. Dit werkt de vorige keer prima. Oké. Dank je voor het fluitseffect, Bas. Ik heb perfect in dit geval. En ga even in dit de bedoeling dat eraf. Mierzoet. Dit is mede. Oké. Okay. En dit een beetje. Ik ga er wel mee. Fair. Okay. Toegeven, zij drinken het vaker, ze kunnen er beter tegen. Geen met je roeien hoor minder. Je spraak wordt beter. Weet je, die eerste... Een little bit tipsy zal ik maar zeggen, want dan denk ik van, oh dit gaat nog wel. Niet dat blackout drunk van ik weet niet hoe de spatel is. En, maar weet je, dat begint dat je denkt van, oh ik kan hier wel wat mee. Yeah. En het is gezelliger, het werkt, het wordt dus leuker. Je krijgt niet, denk ik, echt de binding wat je zo graag zou willen met ze. Maar je krijgt wel een beetje het feel van dit volk en hoe het in elkaar zit. En hij bevalt het wel. Best toffe mensen eigenlijk. Je eigen partner is een beetje weg. Je bent ook heel edgelordy op de dek van het schip. Eentje is heel rustig. Het touw binnen trekken. Slee zit daar zo. Dat is een kerel. Die zit heel. En jij weet het, dus. Het... Hoe werkt dit? En Cookie die maar zit. Oh, gelukkig, eventjes. En ik ga mee te roeien.
noodles. Odo noodles. I got this. Noodles, maar Anna noodles. Op een gegeven moment met 22 nachten op de teller, boah, zijn jullie bij het laatste beetje tot jullie aankomen in Moray. Voordat we dat bij de 22 nachten zijn, zijn er nog volle manen? Nee, niet natuurlijk althans. Okay. Hoe lang nog, hoe vol is de maan op de nacht voordat we aankomen? Het begint redelijk wel weer te vormen. Het een paar dagen voordat jullie namelijk daar kwamen, in het vorige dorp zou ik maar zeggen, toen was het volle maan. Gewoon natuurlijk zo gezegd. En nu is 22 dagen later, dus hij is over 6 dagen weer vol. Give or take. Een kleine, ja, Europese week zou ik maar zeggen. Want Verhoeven heeft die rides van 10 dagen, dus een beetje raar. Die hebben gewoon weken van 10, of wat? Ja, die hebben rides. Rides zijn in principe weken van 10 dagen. 22. Ken je Verhoeven kalender? Heftig. Oké. Okay. Ik heb zelfs ook echt een Verhoeven kalender nodig om erbij te houden nu. Om met de naam van de maan ook. Ja. Nice. Ik zeg onuitspreekbaar, maar goed, je moet wat. Zelfs met de average rainfall. Fijn. Echt? En toen? Kwamen we aan. Jullie zijn de laatste dag, zijn de laatste dingen wat jullie willen doen voor het echt daadwerkelijk land, zullen we maar zeggen. Nope. Is het gelukt met al het fijnstampen van die kruiden? Ja, allang. Met genoeg tijd en gemak is echt prima gegaan. Hoeveel AB is dat dan geworden? De helft. Ik weet niet hoeveel het was in totaal. Meen is dat je nu 3 of 4 over hebt. Oké. Okay. Hebben jullie iets gemerkt aan mijn ei? Nee. Heeft dat slecht nog iets gestampt? Niet dat je gemerkt hebt. Oh. It was too quick. Ushem of Slay? Nou ja, Slay kennen dus. Hoeveel performance heb je? Of Constitution, wat wil je hebben? Ja, hij doet het werk. Do you know? Do you know the way? Ball breaker. Destroyer of balls. Slay destroyer of balls. Ik wil een survival check van Cookie hebben. Survival? Ja. Oef, wat zes? Oh man, wat een dobbel allemaal. Natural too. Ja, dit is echt niet jullie beste dagen dit. Dan 2 gedobbeld. Jij merkt dat jullie niet aan het meest noordelijke rand van het eiland terecht gekomen zijn. Maar een beetje de navigatie in de gaten houden. Jullie zitten meer echt aan het westen van het eiland. Maar dat is goed, want daar is ook het bos. Ja, je zit wel onder het bos helaas. Westen zijn wel de trollen. Ook westkant. Dat was nog. Nee, oost, sorry, meer oost. Ja, dat is onder. Daar. Oké. Okay. Zeg maar waar het puntje, onder waar het puntje staat, dat dorpje is. Kech. Kork, maar. Nee, Kork staat er. Ja, ik kan het echt niet meer zeggen. Ja, kijk, dan krijgen ze A3 dingen op A3 kwart gemaakt. Ik vind dan de. Muggelke. Wat is het dorpje? Die gaan er langzaam echt toe. Oké. Okay. En geef ze heel opvallend. Kijk, je ziet een paar mensen zich verzamelen op een strand. Hoe zien de mensen eruit? Haarig. Oh, like. Ja, een beetje de shifter variant bedoel ik, zeg maar. Nee, als je even goed je best doet, het lijkt je vooral humans te zijn, enkele dwarfs ertussen. Dwarfs, oké. Okay. Vraag aan Ushan, kennen jullie die mensen? Ushan denkt, en ik vraag even die andere. Ja, we hebben het verleden al een keer eerder aangemist, misschien. Dat ze dat kennen. Zien ze er vriendelijk uit? Ze lijken gewapend op het strand te staan. Je ziet een paar speren omhoog steken. Seems legit. Maar zo omhoog van, hey vrienden! Of zo omhoog van, we gaan jullie neersteken! Zoals we kijken wat jullie zijn en als het nodig is, steken we jullie neer. Oké, dat zou ik dat iedereen zou doen. Ja, dit common sense is tingling, weet je wel. Die koppen ligt erbij, geef me zien op een echt met... Ze hebben het over... Wat? Ushan moet doen? Ik kan net lezen toch? Wat Giot wil gaan doen? Ik heb lezen in een Spaanse voetverrecht te lastig, dus... Maar dat is ook gewoon niet in onze taal, dus... Had jij Hablas, no hablas a español. Nee. Oké. En geen misschien een korte moment van een knuffel tussen Ushan en een van die anderen. En dan geeft Ushan uit zich om. Ik kan alleen nog eens aankijken. Performance check. Rick, ik kan het wel eens net meer mee.
Ja, ik kan je spaanslip lezen, maar dan kom je voor niet ver. Ik zie het voor me als Jigglypuff. Ja, als iedereen slaapt op je bal. Ik zie dat als je me een kleine glimlach geeft als je terugkijkt. Want een van de eerste dingen die je kijkt, ben jij. Maar hiermee zijn jullie welkom. De schip wordt aan de kant getrokken. Oh, je gaat een hal breken, wat grappig. Inderdaad, je gaat gewoon. Dat moeder was in hem. En zijn been. Ik ben voor. Breken hoe? Genji wil helpen om met het bot te verbrijzen. Genji stelt geen vragen. Oh man. Ik kan ook wel een hoed gebruiken. Het is de namiddag. Geen middag schrok dus de groep Amersham met eten, maar wel apart van het dorpje zelf. Wat wil je doen? Hoe ziet kun je het dorpje beschrijven? Hoe ziet het eruit? Het is in principe wat je kunt voorstellen bij een klein vissersdorpje. Het zijn een paar sporadische huizen wel dicht bij elkaar gezet. Het is een beetje in één grote cirkel gebouwd, maar het is ook echt geen groot dorpje. Als er 60 man wonen in totaal, is het passend. Ah, oh, boeken. En het zijn gewoon verschillende soorten mensen die daar wonen. Ja, je ziet, ja, een paar dwergen, maar het grootste blijven wel humans. Spreken ze allemaal dat taal? Die hele zware tong wel. Ja, ja. En wat je dichtbij komt, er zitten wel dwergse woorden tussen. Wat waarschijnlijk die taal verbasterd heeft. Ah, zo. Zijn er wat humans die lichtvoetig zijn of zo? Dit is die me extra opvallen? Niet zozeer als in strijdvaardig of. Okay. Het is echt een vissersvolk. Ah, oh, oké. Okay. Dat gevoel heb je erbij. Iedereen heeft wel minimaal 2 hengels bij. 2. Dat is jammer. Dual wielding. Ik wil graag kijken of iemand me wat sicke tricks kan leren voor vissen. Skills. Hoe benader je ze? Want de taal spreek je niet. Ik ga gewoon... Hint, mensen! Pak je een vishengel en zeg je... Hint, mensen! Hint, mensen! Hint, mensen! En zo onafhankelijk als de Sims wat dit mag zijn... Dit is voor... voor hen onafvolgbaar. Dit is voor deze mensen onafvolgbaar. En ik heb niks geregeld. Dan maar ga ik ook een betaald. Ja, leuk. Een beetje van een ja-schatniveau, zal ik maar zeggen. Maar dan ga ik over naar het common. Want dan denk ik, oh, jullie verstaan mijn taal natuurlijk helemaal niet. Alsof dat mijn echte taal is. Oké. Okay. Want anders, dan heb ik ze beledigd misschien. Dus. Fair. Wat is de rest? Ik wil op zoek gaan naar een plek waar ik even zo gewoon een kamer voor mezelf heb. Lastig. Tenzij je even wel verder de bosrand in wil gaan hier in deze avond. Zeg dat je naar de wc moet. Ja, deze avond misschien niet. Dat sluit me. Nee, ik moet naar de wc, zeggen ze, hier is een schep. En de tent, we hebben een tent. Oh, we hebben een eigen tent. Een tent. Als je opzet, ik begin onze tent op te zetten. Oké, okay. Hiermee komt ook Oesham je helpen. Oh, er is een tent. Oh, ik hoop dat ze niet herkennen. Wat is de rest? Er is een tent van de shift. Goed sprokkelen voor een vuurtje of zo. Of is dat al geregeld? Er is al een kampvuur gaan, dan was ook aan het rooster zijn inmiddels. Maar je kunt zeggen, ik ga even kijken of ik wat extra kan halen. Het is altijd een goed gebaar. Dus. Anders help ik. Ja, dat is goed. Ja, doe ik dat wel. Oké, okay. Kijk. Op de bos gewoon een beetje af, een beetje het bos in kijken. Misschien zie ik nog wat liggen. Anders ga ik steentje ketsen. Oké. Okay. Hier. Pak een mok mede. En ik ga eigenlijk gewoon een beetje toekijken wat er allemaal gebeurt, welke mensen wel of niet met elkaar praten, gewoon een beetje... Observeren en kijken of het komt. Ja. Oké. Okay. De avond gaat zo gewoon jullie zijn tent om het zetten en daar gaan we de volgende keer hebben. Hey. Woe! Oh, we didn't die! Yeah. Lieve kijkers! Dank u! Slaap zacht! Wat is wel lossen hier in mijn mond? Hij wordt niet verkracht. Oh, dat is niet cheesy. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het tof vonden. En laat het ook gerust weten. Je kunt ons vinden op Facebook, op Instagram. Zowel met The Wonders of Echo Fantasy. Je kunt op YouTube comments achterlaten. Twitch volgens mij ook. En bovenal... Graag tot een volgende keer.